Dank u wel. Ik wist helemaal niet dat dit theater bestond. Ja, erg is dat, hè. Ik woon hier sinds 1962. En ik wist ook niet dat de Pauwstraat bestond. Ik ben er kennelijk nooit doorheen gegaan. Of als ik er doorheen ging, is het me niks opgevallen. En bovendien, het is ook wel een reden waarom ik niet wist dat het bestond. Want het is een theater voor zang en dans. En geen idee van uw verwachtingspatroon. Ik kan u verzekeren dat zang en dans er niet bij horen vanavond. Ik heb namelijk enorme hekel aan zang en dans. Ik begrijp wel dat die mensen ook hun best doen. Maar ik heb zelfs een horloge bij me. Het is ook zo'n idioot groot horloge. Dus het is niet mijn eigen horloge. Ik zeg het maar even. Dat u niet denkt, wat u niet denkt, wat een achterlijk horloge heeft die man. Mijn vrouw heeft me dat meegegeven om aan de tijd te denken. Zij is namelijk altijd bang dat het te lang duurt. Ze gaat ook als een enkele maal mee. En dan gaat ze op de voorste rij zitten en dan na een half uurtje doet ze al van... Dus het zou de prijs stellen als u niet op uw horloge keek. Althans niet op momenten waarop ik het kan zien. Dat is altijd vervelend voor degene die zijn best staat te doen. Ja, zang en dans. Dat is allemaal natuurlijk met de beste bedoelingen en zo. Maar bij dansen moet ik altijd aan volksdansen denken. Dat deden ze bij ons op school. En het was eigenlijk vrij lastig om je eraan te onttrekken. Maar daar ben ik wel in geslaagd, moet ik u zeggen. En dans wil ik eventueel nog binnen zekere grenzen tolereren. Maar zingen is in Nederland totaal uit de hand gelopen. En dat zult u toch met me eens zijn. Dat je de televisie aanzet, dan zijn ze bezig met zingen. En als ze dan nog iets voorstellen, maar dit is allemaal van een gruwelijk, ellendig soort van klote zingen, waarvan je niet wist dat het überhaupt mogelijk was dat de menselijke soort daartoe in staat zou zijn. En dan heb je ook nog allemaal zangwedstrijden. Zoals u weet, dat zijn de allerpopulairste, na voetballen zijn dat de populairste programma's die er zijn, zangwedstrijden. Dat is helemaal ontzettend erg. En ik weet niet of u er wel eens op let, maar als iemand zingt, dan moet er toch een soort onderhoring bij je ontstaan. In ieder geval een soort van emotie, maar ik heb er 0,0 emotie. Sterker, ik heb er maar één emotie bij. Dat je een bijl gaat halen uit de schuur en dat je je eigen flatscreen te lijf gaat. Afschuwelijk. Werkelijk afschuwelijk. En als er dan eens iemand is waarvan je denkt, ja, die kan echt zingen, dan zijn ze of aan de heroïne of ze sterven voor hun 30ste aan de drank. He? Maar dat is waarschijnlijk de reden dat het je emoties wekt. Dat zijn kennelijk personen die zo diep ongelukkig zijn, dat ze daarvan, niet waar, dat ze iets van hun frictie met de menselijke existentie naar buiten kunnen zingen. Dit klinkt al verschrikkelijk eigenlijk, hè? Ja, afschuwelijk. Iets van expressie en zo. Vroeger had je de academie voor expressie door woord en gebaar. Daar zat mijn zuster op. En toen ging ik mijn zuster eens bezoeken voor het een of ander. Ik ben vergeten wat het was. En toen liep ik daar naar binnen. Het was op het Janskerkhof. Toen hadden ze allemaal van die mutsen van krantenpapier op. Ik durfde niet verder. Ik ben ook weggegaan. Ja, mijn zuster gevraagd ze dan wel verstandig was om dat te doen. Ja. Je zult toch op een opleiding zitten waar je een hele ochtend met mutsen van krantenpapier rond moet lopen. Dat is wel vrij droevig. Nou ja, u begrijpt, ik heb eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel met de artistieke wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik geef toe, dat is een tekort mijnerzijds. Maar ik ben ook altijd ontzettend blij als ik iets lees over mensen die iets prachtigs produceren in het artistieke genre, maar die tegelijkertijd ongelooflijk lullig en kleinburgerlijk zijn. En zichzelf ook niet zien als grote artiesten. Dus ik moet natuurlijk in dit verband onvermijdelijk wijs u een anekdote vertellen. En die betreft de 17e-eeuwse schilder Hobbema. Ik weet niet of ik u iets zegt, Hobbema. Ja, die mensen van voor de Mammoet, die weten wel eens een beetje wie het is. Daarna heeft een ingrijpende maatschappelijke kaalslag plaatsgevonden, blijkt ook uit onderzoek. Men heeft eigenlijk niet veel idee waar Breda ligt. Ja, dat leidt weer tot een andere anekdote die niks met Hobbema te maken heeft, maar toch wel vrij amusant is.
dat mijn zoon had zijn rijbewijs gehaald en die zou een avond naar Breda gaan met de auto. En vlak voordat hij in ging stappen, toch deed hij zijn hoofd om de hoek van de deur en zei, ik moet naar Breda. Is dat naar het noorden of naar het zuiden? Wij wonen in Utrecht. Dat wist hij niet, hij had geen flauw idee. Dus ja, wij barsten natuurlijk in verontwaardiging uit. Hoe is het mogelijk dat je 6 jaar op een middelbare school hebt gezeten en dat je geen flauw idee hebt waar Breda ligt? Kijk, dat je nou gewoon niet weet wat Tilburg is, daar heb ik alle begrip voor. Dat kan, hè? Sterker nog, dat hoort tot een algemeen signaal van beschaving, dat je geen idee hebt waar die plaats is. En dat je ook niet de ambitie hebt om heen te gaan, want als je daar uit de trein stapt, valt het dak op je hoofd. Ja, dus het is een hele ongelukkige plaats. Maar Breda, daar is een prachtige kerk. En nou ja, dus daar kun je nog eventueel heen. En dus toen zei hij als tegen ons, toen wij dus verontwaardigd klonken, zei hij, ja, maar ik weet wel precies hoe je van Rabat naar Casablanca moet rijden. Wij zeiden, zo, die kans is vrij klein dat dat op korte termijn een noodzakelijke kennis is. Of iets dergelijks. Maar het bleek dat ze vanwege de multiculturele samenleving de aardrijkskunde van het laatste jaar volledig hadden besteed aan de geografie van Marokko. Op zichzelf natuurlijk een ontzettend leuk gebaar, hè? Maar niet zo relevant. Lijkt mij althans. Hè? Het is net alsof je in Nederland een cursus krijgt in de omgang met sledehonden. Nee, ook, ja, het is leuk, het is hartstikke leuk en met die Inuit en zo, je kunt je er van alles bij voorstellen, maar je hebt er geen zak aan natuurlijk. Hè? En dat geldt eigenlijk voor een hele grote hoeveelheid kennis die tegenwoordig aan die kinderen geleerd wordt. Ik vroeg ook wel eens aan mijn zoon, wat heb je vanmiddag, ja dat hoor je als ouders te doen, wat heb je vandaag gedaan op school? En dan zei hij, ik heb een appeltaart gebakken. Nou ja, dan denk je, daar stuur ik die jongen toch niet voor naar school. Hè? Als hij dan had gezegd, vierkantsvergelijkingen opgelost, ja prima, deluxe, heb je ook niks aan, maar dat hoort tot de kennis die je hebben moet. Terwijl natuurlijk een appeltaart bakken, dat kan je thuis ook wel leren. Hè? Bovendien heb je, nou ja, ik vond het, dat is het vak huishoudkunde als ik het wel heb. En wie van u heeft huishoudkunde gevolgd? Ik zwijg nog van de mensen die het onderwezen hebben. Hè? Dan 1, 2... Oh, dat houdt niet over. Of u houdt het geheim. Hè? Of het zat niet in uw pakket. Dat zou ook nog kunnen. De profielen. Ja, u ziet, ik dwaal gemakkelijk af. Dan moet u een beetje aan wennen. Maar ik kom altijd weer terug op het verhaal. We waren bezig met Meindert Hobbema. De schilder van onder andere het Landje van Middelharnis. Dat is ook het mooie tegenwoordig van lezingen. Dat je altijd tegen het publiek kunt zeggen, je hoeft ook geen plaatjes te hebben. Het zou natuurlijk leuk zijn, een knip. Ik wist helemaal niet dat ik het over Obama zou gaan hebben. Dus het had ook geen zin om een PowerPoint-projectie mee te nemen. Nee, presentatie heet dat, nog erger eigenlijk. Meneer Verossum, stuurt u uw presentatie wel op tijd op? En dan zeg ik altijd, ik heb helemaal geen presentatie. Vind ik dat woord zo weerzinwekkend dat ik overweeg niet te komen. Het is een lezing, of een causerie, of wat u er precies van bakken wil, maar het is geen presentatie. En bovendien, zoals u weet, iemand die, dat geldt ook voor u, als u iets organiseert, zodra iemand een PowerPoint-presentatie voorstelt, dan zegt u, daar hebben wij geen enkele interesse in. PowerPoint is het invalide wagentje van de krakkemikkige spreker. Puur metaforisch, iemand die PowerPoint gebruikt, die is eigenlijk boven de 80. Zo moet je het ongeveer formuleren. Ze hebben ook altijd veel te veel plaatjes. Hè? Als u dat meegemaakt heeft, dan weet u dat ze in een half uur 31 plaatjes hebben. En dat zijn allemaal van die blokjes waar pijlen uitkomen. Die gaan naar andere blokjes. En dan komt er weer een nieuwe pijl uit en die gaat naar een blokje daarboven. Dan gaat die schuin naar beneden naar een blokje. En dan, u zit als een gek, zit u die pijlen te volgen. Hè? En dan komt het volgende plaatje. Hè? Waardoor u na 10 minuten bent u zo dizzy. Ondertussen heeft u helemaal niet geluisterd naar wat die krakkemikkige spreker te vertellen had. Hè? Misschien is dat ook wel de bedoeling, dat weet ik ook niet precies. Maar het is iets wat onmiddellijk verboden moet worden, ja. Dat is een van mijn zwakkere punten. Mijn broer heeft er trouwens ook last van.
vaak als wij 's avonds dan een beetje zitten te beschouwen, dan hebben we merkwaardig genoeg binnen een uur vrijwel alles verboden wat in Nederland populair is. Dus het is op zichzelf maar goed dat wij niet aan de macht kunnen komen. Want dat zou dramatische gevolgen hebben. Vooral ook voor de zendgemachtigden. Maar nu Obama. Het mooie van deze moderne lezing is dat ik tegen u kan zeggen, ga nou thuis even kijken op de Wikipedia naar Meindert Obama. En dan ziet u wat hij geschilderd heeft. Als u een paar Obama's heeft gezien, dan kent u ze vrij snel. Maar het zijn toch ontzettend leuke schilderijen. In het bijzonder het landje bij Middelharnis is een ontzettend leuk schilderij. Maar nu de pointe van dit verhaal. Obama was een succesvol schilder. Wij beschouwen hem als een van de grote schilders van de 17e eeuw. Maar hij is, toen hij een jaar of 50 was, getrouwd met een rijke weduwe. En hij heeft nooit meer een penseel aangeraakt. Kijk, dat vind ik nou sympathiek. He? Hij deed dat gewoon als ambacht. He? En toen hij, zodra hij erachter kwam dat hij niet meer hoefde, toen is hij ermee gestopt. He? Misschien is dat ook wel de reden dat hij met die weduwe getrouwd is. Dat hij er schoon genoeg van had. He, al die landschapjes schilderen, dat zou best kunnen natuurlijk. En nou ja, dit sluit aan bij mijn theorie dat je niet te artistiek moet doen. He, dat je prachtige dingen kunt maken terwijl je gewoon 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat. En om 5 uur zegt, het is mooi geweest. He. Dat je dan niet met het schuim op de mond, met de TBC in de botten nog tot diep in de nacht doorcreëert. He, onder invloed van verdovende middelen. Daar geloof ik eerlijk gezegd ook niet aan. Ik heb dus geen romantische conceptie van het maken van iets moois. Dat is naar mijn idee een puur ambachtelijke zaak. Ook als u ooit geschreven heeft, dan weet u, zolang u wacht op inspiratie, gebeurt er geen donder. Je kunt er namelijk wachten tot je een ons weegt. Want wat is inspiratie eigenlijk precies? Is dat er buitenlichtverschijnselen zijn of zo? Of dat u zich ergert aan uzelf. Of ik ging altijd om op inspiratie te wachten in het park wandelen. Nou, het is een heel fijn park, maar het heeft nooit iets geholpen, moet ik u zeggen. 0,0. Nee, je moet gewoon gaan zitten en dan ga je schrijven. En het wonderlijke is dat als het helemaal niet gaat, als het voor naar je eigen gevoel echt klote proza is, hè, dat de latere lezers daar niet achter komen. Vindt u dat niet gek? Ik vraag wel eens, als ze dan wat gelezen hebben, van wat vond je nou eigenlijk een klote stukje? In de hoop dat ze dan zeggen, nou, dat stukje waar je het over die hazelworm hebt, die een olifant aanvalt, dat is wel een heel matig stukje geworden. Maar nee, dat is niet zo. Terwijl de stukken die waarvan je zelf het gevoel had dat het eruit stroomde, alsof de Heere je hand vasthield. Ja, de Heere doe ik er voor een onderdeel van het publiek bij, kan daar niet verder op ingaan, maar die zijn, dat vinden het ontzettend fijn als ik vrij regelmatig de Heere ter sprake ben. Begrijp ik niet waarom, maar goed. Nou ja, de Heere is eigenlijk in alle opzichten een vitaal hulpstuk in elke vorm van filosofie natuurlijk. Het hangt er een beetje vanaf hoe je hem noemt, maar je kunt hem de Heere noemen of de oerknal of nou ja, mij maakt het niks uit. Er moet ergens een soort begin zijn, toch? Maar nu heb ik laatst begrepen, er is helemaal geen begin. Er zijn tienduizenden universa. Wij zijn een klein zeebelletje in een emmer met zeepsop. Ja, daar wordt hij stil van. Ik kan het me wel voorstellen. Je denkt toch altijd dat het ergens goed voor is, dat het belangrijk is, dat het niet zomaar een volkomen willekeurige korte flits is tussen twee duisternissen. Ik citeer hier Nabokov. Ja, dat u niet denkt dat ik het allemaal uit mijn duim zuig, zo is het ook weer niet. U begrijpt ook wel dat dit te verder met wat ik wou gaan zeggen niets te maken heeft. En dat ik eigenlijk nu al vergeten ben hoe ik erop ben gekomen. Want ik wou eigenlijk een aantal zaken behandelen die dit jaar Nederland in hun wurgende greep hebben gehouden. En zoiets moet natuurlijk ook een beetje een overkoepelend thema hebben. Dat hoort er tegenwoordig ook bij. Ik moet u ook zeggen dat ik wel een beetje de pest heb aan stand-up comedy, waar al die grappen apart van elkaar staan. Hè? Waardoor je toch ook denkt, zit er nog een patroon in?
Kunnen we nou eerst nog even de Zwarte Pieten kwestie behandelen als u daar zin in heeft. Dat schijnt enorm belangrijk te zijn in Nederland. Ik moet u zeggen, mijn indruk is dat de voor- en de tegenstanders eigenlijk even irritant zijn. Of is u dat niet... Ben ik tegen de stroopwafelpieten? Nee, ik ben dol op stroopwafels, dus misschien kan het vanuit een cannibalistische overweging nog tot leuke ontwikkelingen leiden. En wat was er nog meer? De kaaspieten, geloof ik, hè? Ja, die worden allemaal opgepakt wegens geelzucht. Dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Het kan mij eerlijk gezegd helemaal niets schelen. Je zou ook nog kunnen zeggen, is een land niet diep gelukkig wat zich op kan winnen over zo'n totaal onbelangrijke kwestie? Maar ja, dan zeggen de tegenstanders weer, ja, dat kun jij wel zeggen, maar stel voor dat je zelf zwart was. Hè? Nou doe ik mijn uiterste best, maar ik moet u zeggen, ik merk heel weinig van discriminatie. Maar misschien is het niet het juiste zwart, dat zou kunnen. Iemand zei laatst dat ik niet het modieuze zwart aan had. Waarbij je toch afvraagt hoe dat er dan uitziet. Hè? Hoe zie je het verschil tussen gewoon zwart en modieus zwart? Kan iemand dat uitleggen hier? Weet u ook niet natuurlijk. Hè? Ja, ik zou zeggen, zwart is zwart. Dat kan meer of minder gewassen zijn. Maar goed, dat heeft er verder niks mee te maken. Maar je schijnt modieus zwart te hebben. Ja, mijn idee voor een thema was eigenlijk angst. Angst. Wij zijn in Nederland eigenlijk overal bang voor. En het wonderlijke is, ik moest daar weer aan denken, in verband met de herdenking van die Molukse aanslag bij de Punt. Het wonderlijke is dat er in Nederland ooit een serie van terroristische aanslagen is geweest, namelijk de Molukse aanslagen, dat is een vorm van terrorisme. Daarbij zijn zelfs flink wat doden gevallen. Het was buitengewoon spectaculair met straaljagers. En ja, nu schijnt zelfs vannacht te hebben gezegd, schiet ze maar allemaal dood. Ik had het niet achter hem gezocht. Misschien is het ook wel niet waar. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Maar we kenden dus een vorm van reëel terrorisme. En het gek is, hebben we ons daar toen enorm over opgewonden. Dachten wij onszelf, we gaan nooit meer met de spoorwegen. Nee. Volgens mij heeft dat helemaal niet geleid tot een soort van angstpsychose in Nederland, terwijl we er daadwerkelijk mee te maken hadden. Ook internationaal vond men het ook interessant. En nu hebben we eigenlijk met direct terroristische terroristische aanslag zou kunnen noemen als je dat wilde doen, namelijk de moord op Theo van Gogh. Dat is er één. Maar we zijn tegelijkertijd nu enorm bang voor alle mogelijke terroristische aanslagen. En degene die dat met name aanjaagt, dat is onze eigen overheid. Dat is het wonderlijke. En niet alleen zijn we bang voor jihadistisch. Wist u dat het douanepersoneel niet meer in een uniform mag reizen? Nou wist ik niet hoe dat eruit zag. En ik weet niet of jihadisten dat weten, of die een speciaal boek met uniformen hebben bestudeerd. Oh, daar heb je er een van de douane. Ja, angst, daar hadden we het eigenlijk over. Hè? Angst, wij zijn overal bang voor. In allereerste plaats voor jihadistische aanslagen. U begrijpt, zo'n douanier in uniform met de trein op weg van Coevorden naar Meppel, dat is natuurlijk ook een ideaal doelwit voor het internationale terrorisme. Hè? Daar hebben ze lang over vergaderd. Waar kunnen we nou de meeste impact hebben? Nou, tussen Coevorden en Meppel. En vooral als het een Nederlandse douanier is. En ja, hoe je erop komt is raadselachtig, maar goed, het is zo. Maar dat is niet het enige waar we bang voor zijn, dames en heren. Want wij worden. Ik zou trouwens vast een beleidsmatige suggestie mijnerzijds. Als we nou eens beginnen met die nationaal coördinator terrorismebestrijding te ontslaan. Hè? Want dan weet je er gewoon verder niks van, dus dan heb je er ook geen last van. Hè? Is dat niet veel handiger? En het viel mij op dat hij heeft ons tegen alles gewaarschuwd, behalve tegen monstertrucks op dorpspleinen. Hè? Daar heeft hij helemaal niks over gezegd. Hè?
Want daar kom ik zo over te spreken dat de risico's die wij normaal lopen in Nederland 100.000 keer groter zijn dan die malotige risico's waar onze overheid ons bang voor probeert te maken. Maar u weet ook wat voor bijzonder jaar dit is. Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En u heeft vast wel al die deftige stukken gelezen. Hoe deftiger de krant, hoe deftiger de stukken. Waarin stond dat ook de huidige wereldsituatie op een gruwelijke wijze doet denken aan de situatie in Europa in het voorjaar en de vroege zomer van 2014. Of is u dat niet, of slaat u die stukken gewoon over? Hè? Dat u denkt van nou, je hebt heel veel mensen die hebben natuurlijk, 's ochtends hebben ze een dagblad. Nou ja, van hele eigenaardige aard. En s'avonds hebben ze als excuus hebben ze een kwaliteitskrant. Maar die ligt altijd op een stapeltje tot het weekend. En dan moet die weg. He? Ja, de Telegraaf, die kunt u beter niet lezen als u iets wil weten over de wereld. Ook op dit punt trouwens, het jihadisme, dat is een heerlijk Telegraafonderwerpje. He? Ze zullen geen kans missen om u bang te maken en te denken, ja, vooral Utrecht ook een poeh, dat is een hotbed van jihadisten volgens mij. We komen daar straks nog verder over te spreken. Want dat komt ISIS, u weet het wel. Hè? Ik zal u uitleggen hoe we aan ISIS komen, dat we dat feitelijk zelf georganiseerd hebben en nu zitten we. Nou ja, waar zitten wij met de gebakken peren? Dat is dan een suggestie, maar die klopt ook niet. Ja, is dat zo? Is het zo dat een nieuwe wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat? He? Nee, helemaal natuurlijk niet. Dat voelt u aan uw water aan, dat gewoon lulkoek is. En dat die redacties van die kranten dan zo'n man opbellen en zeggen van, zie je daar nog iets in? Nou, ik wil wel zo'n stukje schrijven. En ik weet niet of u dat stukje van Niall Ferguson in de NRC heeft gelezen. En dan de eerste drie kwart denk je dan, Niall, dit is gelul dat ik nog nooit eerder heb gehoord van je. En dan het laatste kwart zegt hij, nou, het valt allemaal mee eigenlijk. Hè? Ja, zo kan ik het ook. Nou, wat hebben we nog meer voor dingen? De verschrikkelijkste dreiging die we hebben, naheffingen. Hè? Ja, niet die lullige kleine naheffingjes die u krijgt. Hè? Omdat de Belastingdienst de boel niet op tijd op. Was dat trouwens zo? Was het de schuld van de Belastingdienst? Dat u nou allemaal een naheffing krijgt. Trouwens, sommige mensen schijnen geld terug te krijgen. Dus misschien krijgt u weer geld terug. Maximaal zijn mensen die, was het ook weer, die een grotere bonus hebben ontvangen dan hun jaarsalaris, die krijgen een naheffing van €700. Dus mijn vraag aan u is even, wie heeft er een grotere bonus gekregen dan zijn jaarsalaris? Dan moet je toch ook iets een hele rare functie hebben. Hè? Dan moet je toch al bij het bankwezen in dienst zijn of zo, of bij de Fugro, of nou ja, in die internationale oplichterswereld van het bedrijfsleven actief zijn. En dat zijn niet het soort mensen wat naar zo'n praatje van mij komt luisteren. He, die hebben wel wat beters te doen. Ja, die rijden in een Bentley ergens heen. Hoewel, zouden ze een Bentley. Nou, daar moet ik ook niet over speculeren natuurlijk. Ja, naheffingen, maar Europese naheffingen. Want dit is nu 700 miljoen ongeveer, 672 miljoen euro. Maar wie weet wat het volgend jaar wordt, he, en het jaar daarna. En u weet eigenlijk dat, wel zeker, niet dat u er echt verstand van heeft, maar u meent zelf wel zeker te weten, dat die hele Europese Unie één grote smerige autistische oplichtersbende is, die erop uit is om uw geld uit de zak te kloppen. Hè? Dat werkelijk kapitale kost, want wat zijn ze daar bezig te doen in Brussel? Een superstaat zijn ze daar aan het bouwen. Hè? Nou, daar moeten we het ook over hebben. En dan tenslotte, mijn laatste onderwerp zal zijn. U ziet, het gaat wel even tijd kosten. Kan ik ook niks aan doen. Het zijn allemaal hele lastige thema's om een beetje grondig te behandelen. En tenslotte moeten we iets aan ISIS doen. Hoe groot is de kans dat de nieuwe kalif, dat die ook binnenkort eerst in Brussel waarschijnlijk en dan ook in Den Haag zal verschijnen om daar verschrikkelijke dingen te doen. Om te beginnen met natuurlijk alle Kamerleden van de SGP te vermoorden. Ja, je moet ergens beginnen.
Maar laat ik eerst even beginnen over de Europese Unie. We komen zo over die naheffing te spreken van 600. Ja, wisten ze ervan of wisten ze er niet van? Misschien toch eerst maar even de naheffing en dan kunnen we nog iets zeggen over de Europese verkiezingen. Nou, zei Dijsselbloem, wisten, want dan ging het dan om, Dijsselbloem wist er wel van. Maar de vraag, grote vraag was, waarom had hij het niet aan Mark Rutte verteld? Want die zei dat hij er niet van wist. Althans, hij voerde in Brussel een toneelstukje op. Persoonlijk vond ik dat Cameron, dat hij beter acteerde dan Mark Rutte. Je zag bij Cameron toch een zekere Shakespeareaanse, een beetje Macbeth-achtige rol. Hij hamerde op de katheder en hij ging over het belastinggeld van de Engelsen. Dat ging hij daar niet aan uitgeven. En nou ja, je dacht, Cameron, geloof je dat nou zelf? Hè? Dit slappe showtje. Jongen. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan David Cameron. Wat een ongelooflijk vervelende, agressieve om-a. En dat is een rol. Je ziet dat hij dat speelt. Hij loopt ook altijd zo. Hij gaat iets doen. Het is een machertje. Vreselijk. Dat is de grote zegen van Angela Merkel. Niet waar? Dat ze waarschijnlijk een stuk gevaarlijker is dan Cameron, maar je kunt het niet zien. Denk ik, hè? Ja, denkt u aan de vilijnenmoord op haar, politieke moord op haar grote beschermer Helmut Kohl, die ze zonder enig mededogen, toen dat noodzakelijk was, de dolk in de rug gezet heeft. En nou ja, hij zit nog in een invalide wagentje. Ja, de navordering. Wat zei Dijsselbloem? Gevraagd naar, hebben jullie dat nou niet, is dat niet gek dat jullie dat niet gecommuniceerd hebben? Het gaat toch om een vrij substantieel bedrag. Daar kun je toch even over bellen met het ministerie van Algemene Zaken. Nou zei hij, dat was ambtelijk getelefoneerd. Zo, ik dacht dat is een ideale formule, hè? Ik zag al direct voor mij, mijn vrouw zegt tegen mij, waarom heb je me dat niet verteld? Ik zei, ja, daar is ambtelijk over getelefoneerd. Ja, sorry hoor, maar echt, er is zelfs meerdere malen ambtelijk over getelefoneerd. Dus dat jij dat niet weet, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik heb zelfs nog een ambtelijk briefje neergelegd op de keukentafel, maar ja, als jij niet oplet, sorry. Daar kunnen we niks aan doen natuurlijk. Ja, daar was ambtelijk over getelefoneerd. Ze wisten namelijk al een week dat dat eraan kwam. En was dat voor al die regeringsleiders, kijk, de hoogte van het bedrag, daar kunnen we over twisten. Maar maanden geleden, want weet u wie er helemaal niet verbaasd was over dit nieuws? Ik natuurlijk. Ik lees de krant. Dus ik had al een tijdje geleden gelezen dat het zeer waarschijnlijk was dat op grond van nieuwe berekeningen van het CPB ons nationaal inkomen een stuk hoger was dan wij dachten. Dat had ik volgens mij al een maand of twee, drie geleden in de krant gelezen. En omdat ik anders dan de media een geheugen heb, ja, op mijn leeftijd helemaal een bijzondere eigenschap. Het heeft wel rafelrandjes, maar volgens mij vallen die wel mee, eerlijk gezegd. Wist ik nog dat ik dat in de krant had gelezen. Ik begrijp ook helemaal niet dat Rutte het niet zo gepresenteerd heeft. Want je kunt dat natuurlijk positief zien. Namelijk dat, wat blijkt, ons bruto nationaal product is bijna 10% groter dan we dachten dat het was. Waardoor je tegen uw partner kunt zeggen, we kunnen best een nieuwe auto kopen, waarom niet? We zijn 10% rijker dan we gedacht hadden. Het is ambtelijk getelefoneerd bovendien. Nou ja, dan zit je wel goed. Zo had hij het natuurlijk moeten brengen. En dan had hij dan even als een soort van warmvormige aanhangsel had hij kunnen zeggen, ja sorry, maar dat leidt wel tot een naheffing van 10% van de bijdrage die wij jaarlijks betalen aan de EU. Het ging ook bovendien om nog een, het was een vrij ingewikkelde zaak over allerlei herschikkingen van de afgelopen 10 jaar, maar daar hoeven we ons nou niet mee bezig te houden. Maar dat zoiets eraan kwam, als een modale krantenlezer in Oost-Utrecht niet verbaasd is, bent u dan niet met mij eens dat het vreemd is dat onze minister-president
wel verbaasd is. Terwijl het toch ambtelijk getelefoneerd is. Ik vond het raar. Nou goed, je had misschien kunnen zeggen, de hoogte van het bedrag was een akelige verrassing. Oké. Het andere probleem is natuurlijk dat bij een bedrag als dat, 672 miljoen of iets dergelijks, dat de modale Nederlander denkt, 672 miljoen euro, dat is toch, wat zou ik daarmee kunnen doen? Hij vindt dat een enorm bedrag. Maar dat komt eigenlijk omdat hij niet de flauwste sjoegen heeft wat wij A, jaarlijks betalen aan de Europese Unie, en B, van het bruto nationaal product van Nederland. Het bruto binnenlands product moet je tegenwoordig zeggen. Dus ik begin maar eens even aan u te vragen. Wat denkt u dat het bruto binnenlands product van Nederland was? En wat het nu is geworden sinds deze interessante correctie op de berekeningsmethode? Wat zegt u? 400 miljard. 600 miljard. U heeft gelijk. U wist het. Heel goed. Ja, vroeger gaf ik dan een pepermuntje, maar zo'n ruimhartig ben ik niet meer. 600 miljard is het. Maar dat u het weet is al een godswonder. Wie wist het ook? Nou, niet zeggen van ja, ik wist het ook. Hè. Nou, hier heel eerlijk, niemand wist het. Hij wist het ook? Oké, maar u was te bleu om het te zeggen. Dan heeft u een les geleerd. Hè. Zodra u denkt, ik weet het, ik ben zeker van mijn zaak, zegt u, ik mag niet uit het licht lopen. Wauw. Want nu anders had u misschien het pepermuntje kunnen krijgen. Maar dit is een heel opvallend feit, als je lezingen houdt, dat Nederlanders hebben ontzettend kordate opvattingen over van alles en nog wat, over hoe het in Nederland gaat en hoe het met de EU gaat en hoe het verder moet met de wereld. En dan blijkt eigenlijk dat ze verder helemaal van niets weten. Ze hebben wel opvattingen, maar die hangen eigenlijk als een soort van enorme cumulonimbus, hangen die in de lucht. Er is geen verbinding met de aarde, zal ik maar zeggen. Er hoeft maar een briesje op te steken en oeps, hè, weg is het. Want ze hebben geen concrete kennis over hoe het eigenlijk in elkaar zit. Nou, laat ik u dan vertellen dat ons bruto binnenlands product inderdaad 600 miljard is. Als er 10% bij is gekomen, is het 660. Dat is geen kattenzeik, dat is een hartstikke leuk cijfer, zou ik zeggen. En nu betalen wij aan de EU iets meer dan 1% van ons bruto binnenlands product. Dat is wettelijk vastgelegd. Het is geloof ik 1,04, als ik het mij goed herinner, maar zo belangrijk is dat niet. Het is ruim 1%. En nu is de vraag, kun je, en dat geldt voor alle Europese landen. Het is niet zo dat Estland bijvoorbeeld 30% moet betalen van bruto binnenlands product. Of de Duitsers. Iedereen betaalt iets meer dan 1%. En ongelukkigerwijs heeft de EU 7-jaarsbegrotingen. Waardoor als je er iets over leest, denk je, maar het is een 7-jaarsbegroting. Het is daarvoor dat Dijsselbloem een 7-jaarsbegroting had ingediend. Zou trouwens wel anders zijn, heb je niet dat gelul elk jaar. Maar daardoor denk je ook, wat een bedragen zijn dat. Maar het stelt dus eigenlijk frappant weinig voor, die 1%. Of u moet zeggen, ik wil er geen cent aan besteden. 0,0. Die mensen heb je ook. Kijk, dit zijn geen zalen met PVV-stemmers. Wie overweegt zijn stem aan Geert te geven bij de volgende gelegenheid? Nou ja, omdat ik u dan even hier wou laten komen. En dat we dan samen misschien tot een interessante beschouwing kunnen komen. Ik heb namelijk geaarzeld of ik angst als thema zou nemen, of dat ik als thema zou nemen, de kiezer heeft bijna nooit gelijk. U begrijpt, dat is een hele leuke variatie op die kul waar journalisten altijd bij je mee aan. Als ik dan een beetje zit te mopperen, dan zeggen ze zo alsof dat of ze het zelf hebben uitgevonden. De kiezer heeft altijd gelijk. En dan zeg ik, oh ja, ook in november 32 in de Weimar Republiek. He? Nou ja, dan blijkt vaak dat ze niet weten wat de Weimar Republiek is. Dus dan moet je allemaal uit gaan leggen, dan is de kloeder natuurlijk een beetje vanaf. Dat begrijp ik ook wel.
Nee, de kiezer is het, de modale kiezer is een oetlul. Daar moeten we helemaal niet moeilijk over doen. En vroeger was dat allemaal niet zo. Dat is ook zoiets raars, dames en heren. Sorry dat ik even afdwaal. Maar natuurlijk in de tijd van de verzuiling was ik enorm tegen de verzuiling. Niet wetend wat een verzegende verzuiling was voor de Nederlandse democratie. Want die verzuiling zijn we dus helemaal kwijtgeraakt. We zijn volledig ontzuild geraakt met als gevolg dat bijvoorbeeld katholieke kiezers, die kregen vroeger opdracht van meneer Pastoor om op de KVP te stemmen. En voor de Tweede Wereldoorlog op de RKSP. Maar goed, dat voert nu te ver. En dat deden ze dan ook, want wat meneer Pastoor zei, dat deden ze. En ja, dat moet hier niet afdwalen, want dat leidt tot hele gevaarlijke beschouwingen waar je niets aan hebt, omdat het allemaal lang geleden is. Ja, wat een kerk, hè. Wat een organisatie. Zie je, het grijpt mijn hersens daar. Die draaien nu om al die pastoors in die biechtstoelen. En die afschuwelijke Ierse kloosters waar ze die meisjes afbeulen. Het is verschrikkelijk gewoon. Ja, dat is een kerk die gesticht is op basis van barmhartigheid en medemenselijkheid. En Gods vergiffenis voor de mens, voor de zondige mens. Nou, als er één organisatie Gods vergiffenis nodig heeft, dan is het wel de Rooms-Katholieke Kerk. Goede God nog een toezeg. Ja, waar was ik blijven steken? Bij de EU en de navordering. 1% is het. Hè? En laten we nou Geert eens. Stel voor, we stappen eruit. We stappen, we zeggen, Geert krijgt een ruime meerderheid van de stem. U weet, het is weer de grootste partij, dus misschien groeien ze nu door. En nou ja, daar zitten we dan met gebakken peren. Ik las nog even voorafgaand aan de voorstelling Marieke Stellinga. Dat is economische columnist van de NRC. Daar vind ik in het algemeen dat ze hele goede stukjes schrijft. En die ergert zich ook al aan de EU. Dat je denkt, nou, wat een kinderachtig gedoe. Want stel je voor, we stappen eruit. Is het dan zo dat we niks meer met de EU te maken hebben? Want u weet, dan krijg je altijd die voorbeelden, die kent u wel, van Zwitserland en Noorwegen. Die zijn geen lid en daar gaat het toch goed mee. Hoe zou dat kunnen komen? Nou, dat kan ik u zo uitleggen. U weet heel goed waarom het goed gaat met Zwitserland. Hè? Want ze zijn niet bezet in de Eerste Wereldoorlog. Hoe dacht u dat dat kwam? Omdat wij zo'n brede Europese sympathie voor de Zwitsers hebben? Nee, het zijn altijd dezelfde ellendige koekoeksklokkenbouwers geweest. Hè? Om met Orson Welles te spreken. En de Noren, hoe komen die Noren zo rijk? Nou, die zijn met z'n 4 miljoen. En door een idiote berekening hebben ze het grootste deel van de Noordzee toegewezen gekregen. Hè? Terwijl wij daar natuurlijk recht op hadden, dat begrijpt u ook wel. Maar hebben de Zwitsers en de Noren niks te maken met de Unie? Is dat zo? Nee, dat is een retorische vraag. Dus je hoeft ook niet te antwoorden. Maar nee, dat is niet zo. Want in hun contacten met de EU moeten ze met 80% van de regelgeving van de EU rekening houden. Anders kunnen ze geen handel drijven met de EU. Hoe intensiever die handelscontacten, hoe meer ze daar rekening mee moeten houden. En dan nog een laatste puntje. Dus dat zou voor ons precies zo gelden. In welk geval zou Nederland zonder al te grote problemen uit de EU kunnen treden? Nou, dat kan ik u wel uitleggen. In het geval Duitsland uit de EU zou treden. Die kans is op korte termijn niet zo verschrikkelijk groot. Waarom is dat zo? Omdat zijn wij eigenlijk een zelfstandig land wat precies kan doen waar het zin in heeft? Nee, zijn we ook nooit geweest hoor. Ik bedoel dat u niet denkt dat we... Dat we door de EU zo'n beetje zo'n, wat wou ik zeggen, zo'n hulp Sinterklaas van Duitsland zijn geworden. Ja, Sinterklaas kan nog wel, hè. Maar als je zou zeggen dat we de Zwarte Piet van Duitsland zijn, dat ligt metaforisch wel heel erg raar eigenlijk, hè. Maar goed, dat zullen we dus maar niet zeggen. Ja, zo is het. Er was nog eens een PvdA'er, lang geleden, toen ze nog mensen met gevoel voor humor in dienst hadden. Ja, ook flauw natuurlijk. Het zijn allemaal lachenbekjes eigenlijk. Thijs Wultgens, ik weet niet of u hem zich nog herinnert.
En die had dus een hele leuke lezing, waarin hij zei dat, dat wil ons veel, omdat hij vergeleek Nederland met Rijnland-Westfalen. Dat is qua geografie ongeveer even groot als Nederland en heeft precies evenveel inwoners, ook zo tussen de 16 en de 17 miljoen. Dus ze zei, waarom worden we niet een van de Duitse länder? We spreken ook een Duits dialect, laten we daar niet, zeker in Limburg, dus laten we daar niet moeilijk over doen. Hij was een Limburger. Want ja, en daar zit natuurlijk hartstikke veel in. Want we zijn allemaal van allerlei overheadkosten bij je kwijt. Je hebt geen leger meer nodig. Dus die Hennis die kan iets lolligs gaan doen. In plaats van afgezekerd te worden over allerlei dingen waar ze niks mee te maken heeft. Denk aan die gekke verf. Een raar ministerie. Jongen. En bovendien, wat nog meer, de buitenlandse dienst kun je ook afschaffen. En er is natuurlijk nog een laatste voordeel waar u nog helemaal niet aan gedacht hebt. We worden in no-time wereldkampioen voetbal. Terwijl nu de kans zal praktisch verkeken zijn. Al moet ik durf het u wel. Ik hoop enorm dat Hiddink in dienst blijft. Ook als ze verliezen van, wat was het, Estland, Letland, Litouwen, of een combinatie elftal van de Baltische Republiek, ik weet het niet precies. Want dat zou toch een zegen zijn als we ons voor een keertje niet kwalificeerden. Daar verlangt u toch ook naar. Ja, precies. Dat je althans enkele jaren verschoond blijft van dat wezenloze gepraat over dat voetbalelftal. Ach. Ja, ik zie het al. U zit hier en u kijkt niet naar Studio Voetbal. En terecht. Laat ik terugkeren naar mijn thema. Nee, laten we eerst maar even die Europese zaak afhandelen. Ja, dat is wel nuttig om het even af te handelen. Frans Timmermans. Ja, u weet, een aantal maanden dachten we dat het een zoon van de Heer Jezus was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want eigenlijk bleek al enige weken geleden, ik weet niet wanneer het precies was, maar het bleek dat dat hele verhaal bij de United Nations, dat die mensen nog 3,5 minuut hadden gehad om elkaar te omhelzen en te zeggen, om een briefje aan hun moeder te schrijven, lieve man, ik heb altijd zoveel van je gehouden, maar het is nu plotseling, enzovoort, enzovoort, waardoor je denkt, oh, wat een ellende, zeg je. Als je daar met je kinderen zit. U weet, het heeft een verpletterende indruk gemaakt in Nederland, wereldwijd. En toen bleek dat het wezenloze kletskoek was. Want dat toestel is vrijwel onmiddellijk volledig gedesintegreerd door de impact van die vreselijke raket. Die bukraket. Vroeger had je bukcheck, maar nu heb je bukraketten. Als hij in je boek te moeten zeggen, dat zegt althans de generaal van Kappen. Ik kom nog terug op generaal van Kappen. Ja, meesterlijke analist van het wereldgebeuren. Een neef van Opstelten, dus dan weet u het wel. Hoe is de toestand daar op 11 kilometer hoogte zo'n beetje? U heeft toch wel eens op die bordjes gekeken als u aan het vliegen was. Dan ziet u dat het daar 54 graden onder nul is. Weet u wel. Dat je denkt, goh, ben ik blij dat ik hier gewoon in mijn stoel zit. En dan niet alleen, wat is het zuurstofpercentage op 11 kilometer, wat denkt u? Dat is ongeveer 25%. En bovendien word je bij desintegratie van het toestel geconfronteerd met de snelheid die het toestel heeft. Namelijk iets meer dan 900 kilometer per uur. Dus mogen wij de deskundigen geloven, dan is dat verhaal van Frans Timmermans nergens op gebaseerd. Is eigenlijk een romantisch verhaal. En gelukkig maar dat Frans Timmermans geen gelijk heeft, want het was een verschrikkelijke gedachte om je dat te realiseren. Leek mij althans. En toen kon hij ook nog in zijn ijdelheid getroffen niet voor zich houden dat ze een meneer met zo'n zuurstofmaskertje omgewonden hebben, wat op zichzelf natuurlijk helemaal niets zei over de situatie op dat moment in dat toestel. Dus hij is precies op tijd naar Brussel vertrokken, waar hij de rechterhand van Juncker wordt. Al viel mij op dat de eerste keer dat ze samen in beeld kwamen, zat hij aan zijn linkerhand, wat ik als een slecht teken zag. Ja, want je hebt er natuurlijk geen donder aan om iemand zijn rechter of linkerhand te zijn.
Want zolang die man die hand niet gebruikt, of niet wil gebruiken, je hebt geen institutionele macht. He, terwijl de commissaris die over de economie gaat, die heeft institutionele macht, die kan iets doen. Maar als rechterhand, dat is een hele vage... Maar goed, Frans Timmermans ging naar Brussel, en daar gaat het mij eigenlijk om, om daar te controleren of er niet overbodige regelgeving werd geproduceerd. En die ging hij dan tegenhouden, en voor zover die al bestond, zou hij er een eind aan gaan maken, dat was zijn... En dan denk je, overbodige regelgeving, misschien is dat wel zo, maar hoe komen we daar eigenlijk aan? En nu moet u even twee dingetjes bij elkaar doen, en dan heeft u eigenlijk de kern van de anti-Europese retoriek heeft u te pakken. Want hoe komen we aan die naheffing? Dat is een gemene streek van de aftredende commissie. Die hebben dat helemaal op eigen houtje, hebben ze dat georganiseerd zonder iemand erover in te lichten en bang, hè? En datzelfde geldt voor die regelgeving. Je hoeft maar even niet op te letten en die commissie die genereert kisten vol met regelgeving. De bananen moeten rechter, de appels moeten groter, de jampotjes moeten kleiner. Nou, ga zo maar door. U kent al die retoriek wel over de EU. Maar wat is hier nou in feite de angel in deze retoriek? De angel in deze retoriek is de idiote en volkomen onjuiste veronderstelling dat de commissie van alles doet op eigen houtje. De commissie doet niks op eigen houtje. De commissie mag helemaal niks doen op eigen houtje. Ik weet niet of u van Rompuy, die kan het heel helder en fijn uitleggen zonder dat hij zo verontwaardigd wordt als ik. Want wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt in Europa? Wie doet dat? Dat is de Raad, hè? Zo is het geordend. De commissie is een administratief orgaan, wat in principe ook beschikt over een ambtelijk apparaat, wat overigens helemaal niet verschrikkelijk groot is. 22.000 ambtenaren, dat is globaal het ambtelijk bestand van een ruime Duitse provinciestad. Dus dat valt enorm mee. Dat lijkt ook op het eerste dat je denkt, 22.000 ambtenaren. Ik weet niet, heeft u dat nieuwe stadskantoor van Utrecht gezien, daarbij het station? Daar kunnen zeker 30.000 mensen in, schat ik. Nee, u schudt van nee? Dat je ook denkt, zou het een aanval van megalomanie zijn? Met als gevolg dat dus de hoe heet dat ellendige ding, die toren in de binnenstad, dat die leeg staat. Want u weet, die was ooit gebouwd voor het Utrechtse zakenleven, dat ze in het centrum van de stad tot een dynamisch zakenleven konden komen. Ja, je kon er niet parkeren. Hè? En u weet hoe het met het dynamische zakenleven is. Als ze niet kunnen parkeren, dan doen ze en komen ze niet. Vandaar dat het altijd bij de Witte Bergen vol staat. Daar wordt heel wat dynamisch zaken gedaan. Kan ik u verzekeren. Dus deze hele retoriek is gebaseerd op de kwaadwillige leugen, want de mensen die die leugen vertellen weten wel degelijk beter dat het de commissie van alles en nog wat doet op eigen houtje. De commissie doet niks op eigen houtje. Die zou onmiddellijk teruggefloten worden als ze op eigen houtje een beetje gingen pionieren met wet en regelgeving of met allerlei andere zaken. Als u mij niet gelooft, kijk het straks even na op de Wikipedia wat de institutionele structuur van de EU is. En dat is toch een... Dacht u dat Rutte dat niet wist? Hè? Maar in zijn retoriek doet hij de suggestie, hè? Dat die Barroso, hè? Onbetrouwbare figuur, zo'n Portugees, hè? Dat hij dat verzonnen heeft om ons te pesten. Hè? Ons te pesten. Bovendien kregen die Fransen geld terug, ja... Die economie bleek kleiner dan we gedacht hadden. Maar het is een wonderlijke... Want u weet hoe het met Rutte is. Is hij in Brussel? Is hij enorm pro-Europees? Probeert hij ook altijd naast Merkel te staan? Hè? Ze hebben altijd van die leuke tv-opnames voordat ze gaan vergaderen. En dan ziet u altijd dat ergens in die melee ziet u een soort stil punt als Merkel. Staat daar gewoon zo. En al die anderen die moeten proberen om bij Merkel in de buurt te komen. He? Die als wethouder Hacking. He? Ja.
Dat doe je, zie je, Rutte. Ze doen het allemaal, want u weet wie het voor het vertellen heeft. Dat weten ze ook allemaal. Dat is Merkel. Hè? Dus je moet zorgen dat Ben thuis zegt van, kijk nou toch eens even, zeg. Die Merkel en die Rutte, die zijn zo dik met elkaar. Hè? Poeh. Jongen, jongen, jongen. Onbegrijpelijk. Nou, ik zal er verder niet over uitweiden. Maar let u dus op. Rutte is pro-Europees in Brussel. Dat vertelt u niet. En dan is hij met zijn gepantserde BMW rijdt hij terug naar Den Haag. En dan wordt hij bij lage zwaluwen getroffen door de bliksem. Dat is heel eigenaardig, maar daar hangt een donderwolk en boink. Daar wordt hij getroffen. En dan is hij ineens anti-Europees. Bemoeizuchtig en we hebben helemaal geen vergezichten. We willen daar niks mee te maken hebben. Wat een onzin, een bankenunie, donder op. Daar zijn we, hè. Daar heeft hij allemaal voor gestemd, al die dingen. Maar hij is er eigenlijk tegen. U moet dat gewoon niet geloven. Het is gewoon onzin. Hè? Wij zijn met handen en voeten gebonden aan de Europese Unie. En dat zal niet veranderen in de toekomst. Een exit, in zekere zin, ik durf het u nauwelijks te vertellen, verheug ik me op de Brexit, de Engelse uittreding uit de Unie en wat dat daarvan de effecten zullen zijn. Stomme Cameron, hè? Want u weet, hij heeft een referendum beloofd dat als ze voor hem, als ze hem kiezen bij de volgende ronde, ik geloof volgend jaar trouwens al, dan zal hij een referendum over de Engelse lidmaatschap van de EU houden. En als dan dat lidmaatschap niet volledig opnieuw onderhandeld is dan, terwijl Merkel heeft gezegd, je kunt de pot op. Hè? Ik weet niet of u dat gevolgd heeft. U moet die dingen wel volgen. Het is onvoldoende dat u één keer per jaar naar mij gaat luisteren. En dat is toch wel een beetje het probleem. En u bent dan dus al een publiek wat waarschijnlijk al een relatief iets hoger IQ heeft dan de modale kiezer. En u leest misschien zelfs wel een nette krant. Als u het al niet weet, hoe moeten we dan, wat moeten we in hemelsnaam met die hele brigade van randebielen in Brabant en ja, waar ze verder ook mogen wonen? Ja? Heeft u wel eens zo'n straatinterviewtje gezien? Hè? Met zo'n echtpaar. Wat net uit de Lidl komt met de tas. Dan lieten ze geloof ik foto's zien van bekende politici. God, Klaas, weet jij wie dat is? Ik geloof dat ik hem wel eens zie. Is dat niet die, jongen van dat voetbalprogramma? Nou ja, flauw natuurlijk, maar een democratie kan niet werken wanneer de kiezers niet minimaal geïnformeerd zijn over wat er eigenlijk gaande is. Als dat alleen maar een soort vage wolk van emoties is, we zijn tegen dit of voor dat, dan is de democratie niet te handhaven. En nou ja, daarom zei ik daar straks, want zo kwam ik erop, dat meneer Pastoor zei, je moet op de KVP stemmen. En dan goed, de KVP had een elite die wel wist hoe het zat. Ja, maar nu weten ze niet waar ze op stemmen moeten. Dus ze zien op de televisie, daar heb je Henkie. En ze zeggen tegen elkaar op de bank, wat een leuk liedje. En wat een sympathieke jongen, die Krol. Ja. Hij staat er zo fijn bij te glimmen. En het schijnt dat hij ook nog homoseksueel is. Dat is toch een dappere man. Ja, en dan stemmen ze dus op Henk Krol. Goed, dan gaan we het volgende thema moeten we aansnijden. Nou, misschien nog even die euroverkiezingen. Wie van u heeft gestemd bij de euroverkiezingen? Zou hier iets meer dan de helft moeten zijn? Nou, dat klopt wel zo'n beetje, hè? Ah, ja, u was het al een beetje vergeten hoe het zat. Het was afgelopen mei, weet u wel. Hebben we gestemd voor de opkomst in Nederland was een fractie hoger dan in 2009... En de partij die zich het meest had ingespannen om anti-Europees te zijn, de PVV, verloor niet veel, maar wel wat bij. Terwijl dat natuurlijk toch niet verwacht was eigenlijk dat ze zouden verliezen. Maakte overigens voor het zeteltal van de PVV op zichzelf niets uit. Trouwens, die hele fractie van eurosceptici is uit elkaar gevallen omdat een eenzame Letse of Estse of Litouwse dame, of misschien iemand van die al die drie landen tegelijkertijd vertegenwoordigt, die is eruit gestapt. Nu hebben ze één land te weinig. Je moet 7 landen hebben, prima regeling, om een fractie te kunnen vormen in het Europese parlement. Ja, weet u hoeveel parlementsleden eigenlijk de EU heeft op dit moment? Heeft u daar enig idee van?
ik hoor het al. Klinkt zo'n vage mompel, hè? Ja. U weet, ze vroeg het aan Opstelten, die had ook geen idee, hè? Nou ja, hij zei hem keihard aanpakken en dan kwam het vanzelf wel goed. Dat is namelijk zijn oplossing voor alle problemen, dus dat is een keihard aanpakken. Nou, dan moet ik het maar vertellen. Het zijn 751 leden. Het parlement is uitgebreid op basis van besluiten die we in Lissabon... Kijk, zie, ik moet toch zeggen, bent u goed op de hoogte? Nee, eigenlijk, hè? Hoeveel parlementsleden zijn er door Nederland gekozen in dat parlement van 751 personen? Wat denkt u? 35, denkt u? Andere suggesties. 26 zijn het er. De Belgen hebben er 21, wij hebben er 26. Hoeveel heeft Duitsland er voor een aardigheid even ertussendoor? 96. Maar u begrijpt, met 26 parlementsleden die we bovendien verdeeld hebben over een beetje alle 17 miljoen verschillende Nederlanders. Ik geloof dat het 9 verschillende partijen vertegenwoordigt of zo. Kan er ook 8 zijn. Op 751 zal onze invloed niet zo verschrikkelijk groot zijn. En dat is misschien iets wat u, waar u voortdurend aan moet denken. Hè? Dat, dat wij een piepklein landje zijn. Hè? Ik kan zo 5 steden opnoemen die meer inwoners hebben dan Nederland. Hè? Terwijl die niet internationaal vertegenwoordigd zijn of in de Veiligheidsraad zitten. Hè? Of dat nou Mexico City is, 25 miljoen. Of Greater Tokyo, 36 miljoen. Of Mumbai, dat is geloof ik ook 24 miljoen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En wij hebben nog geen 17 miljoen inwoners. Is het vol in Nederland? Nou, dat valt wel mee. De provincie Utrecht wel een beetje. En Zuid-Holland ook wel een beetje. Maar u weet, achter Zwolle kunnen we moeiteloos de hele bevolking van Syrië onderbrengen. Als we dat zouden willen. Alleen willen we het niet erg, hè? Ja, ik hoorde laatst toevallig hoeveel vluchtelingen wij in 1914 hebben opgenomen. Namelijk aanvankelijk iets meer dan 1 miljoen Belgen zijn naar Nederland gevlucht. En hoe groot was de Nederlandse bevolking in 1914? Wat denkt u? 7 miljoen, zei iemand dat? 7 miljoen, heel goed. U bent, Frans Saber, bent u een koningskoppel. He? U moet aan zo'n quizje deelnemen, maar dan met z'n tweeën. Dat kan bij, hoe heet het, waar je dat woord moet raden. He? Hoe heet dat ook alweer, 2 voor 12? Daar zat dus een moeder met een zoon. En die wisten niks, het was ongelooflijk. En tenslotte hadden ze 3 letters. En dan zei die moeder, die keek ernaar en zei ze... Wegenwacht. Je begreep niet hoe het mogelijk was. Ze haalden ook de finale. Ze hadden 1000 guldens gewonnen. Het was lang geleden. Ik heb er nooit iets van begrepen hoe je dat... Ik kan het al niet als ik alle letters zou hebben. Dus laat staan. He? Wegenwacht. Ja, ik herinner het me nog. Dat type van woorden. God, hoe kwam ik daar nou op? Oh ja, omdat u al die dingen wist. Ja, 7 miljoen, op 7 miljoen inwoners en 1 miljoen vluchtelingen. Dus dat zou onder de huidige omstandigheden... zouden wij geconfronteerd worden met een kleine 3 miljoen vluchtelingen. Nou, hoe denkt u dat we daarop zouden reageren? We vinden toch al dat het zo'n klote land is waar we in wonen... en dat het steeds slechter gaat... en dat we door autistische zakkenvullers bestuurd worden... en het is eigenlijk nog nooit zo slecht gegaan met Nederland... als de afgelopen jaren. Hè? En bovendien is het dan ook nog dat je als douanier... niet eens met je uniform aan op reis kunt. Hè? En feitelijk is het sowieso levensgevaarlijk... zodra je de buitendeur open doet. Hè? Dat u hier zit en zonder dat u zwaar gewond bent geraakt onderweg, dat is al een godswonder. Hè? Moord en doodslag regeren de straat. Hè? Hoeveel moorden denkt u trouwens dat er in Nederland gepleegd worden per jaar ongeveer? Als u naar de televisie kijkt, denkt u 100. Hè? Je begrijpt niet dat er in Amsterdam nog criminelen over zijn. Hè?
Wat denkt u, hoeveel moorden worden er in Nederland per jaar gepleegd? 60. Dat is wel heel weinig, hè? Dan zou je echt denken, kom, dat kan wel wat omhoog. Het zijn er ongeveer 160. Het varieert natuurlijk omdat het zo'n klein aantal is. Zit er een vrij grote spreiding in, maar het is ongeveer 160. Het daalt al jaren. Net als het aantal verkeersslachtoffers daalt het al jaren. En ja, maar toch wel leuk om even over te spreken. 70% mannen worden er vermoord en 30% vrouwen. En de vrouwen worden voornamelijk vermoord. Ja, u voelt het al aankomen door hun partner of ex-partner. Dus de kans dat u door een jihadist vermoord wordt. Het zou natuurlijk kunnen dat uw partner of ex-partner jihadist geworden is. Dat is een mogelijkheid. Dan is de kans dat u komt vermoorden aanzienlijk gestegen, kan ik u wel zeggen. Daar moet u enorm mee uitkijken. Nou ja, die mannen, dat zullen wel die lui in Amsterdam zijn. Ik ga het nou niet over het kickboksen hebben, maar... Ja. Ik zat in een tv-programma met een kickbokser. En ik moet zeggen, ik had de indruk dat hij er vrij veel tegen het hoofd gekikt was, eerlijk gezegd. Ja, dan krijgen die mannen iets traags over zich. Hè? Je ziet, het komt wel binnen. Maar dan, omdat ze maar met ongeveer een achtste van de oorspronkelijke capaciteit moeten werken, duurt het even voordat er een normaal antwoord uitkomt. Hè? Ja, ik was wel blij dat ik niet in het kickboksen ben gegaan, kan ik u zeggen. Jongen. Ja, maar het gekke was, er waren geloof ik al 10 kickboxers vermoord in de afgelopen 15 jaar. Dat is echt, ook daar vraag je af, is er nog een kickboxer over? Nou, Bader Hari ongetwijfeld. Ja, die is met iemand van de Cruijff-familie getrouwd, dus die houden ze uit de wind. En toen zei die man, die zei van, ja, het was onbegrijpelijk dat die lui allemaal vermoord waren. Het waren allemaal zulke aardige, lieve mannen, die hartstikke leuk met de kinderen waren. Hij was zelfs met ze met vakantie geweest en ook dierenliefhebbers. En nou ja, het is onbegrijpelijk dat ze doodgeschoten werden. Ja, dat vind ik dan ook wel, dat wordt wel extra onbegrijpelijk dan. Nou ja, nog even die verkiezingen, want daar hadden we het over. Weet u nog hoe de verkiezingen in de krant waren gekomen, of zijn gekomen in mei? Wat de spectaculaire koppen waren, ook in de kwaliteitskrant. Niet alleen een anti-Europese krant als de Telegraaf, maar ook in de kwaliteitskrant. Dat er sprake was van een spectaculaire nederlaag voor de Europese gedachte. Dat Europa eigenlijk aan een flinterdun draadje hing. Dat het maar de vraag was hoe het verder zou moeten met Europa. Terwijl, hoe is het eigenlijk precies als u naar de cijfers kijkt? Ik bedoel, wat is het percentage in het Europese parlement van pro-Europese partijen? U hoeft het niet precies te weten, maar u ongeveer weet hoe het zit. Nou, zoveel is het nou ook weer niet, maar het is 75%. Hoe je dan kunt spreken van een spectaculaire nederlaag van, ja, in sommige landen is de anti-Europese stem toegenomen. Bijvoorbeeld in Engeland, UKIP. Nou, Nigel Farage was volgens onze krant al meteen de nieuwe prime minister van Engeland. Terwijl die Europese verkiezingen worden op een heel andere manier gehouden dan de reguliere Engelse verkiezingen. Namelijk op onze, op zichzelf fatsoenlijke manier om verkiezingen te houden. En niet op die rare Engelse manier van winner takes all. Wat natuurlijk een hoogst onrechtvaardige organisatie van het electoraat met zich meebrengt. Ja, dat was heel... En Marine Le Pen was ook de nieuwe president van Frankrijk. Dat wil ik ook nog wel eens zien of dat gaat gebeuren. Dus het was eigenlijk heel vreemd. Maar waarom was dat zo? Dat heet in de journalistiek framing. Het frame is dat alles wat in de omlijsting van de EU zit, is negatief. Of het nu de naheffingen zijn, of de autistische zakkenvullers, of die idiote gebouwen in Brussel. Wat dat betreft heeft de NATO het veel beter gedaan. Heeft u de gebouwen van de NATO wel eens gezien? Nee, heeft u wel eens dat gekke beeld gezien wat daarvoor staat. En daarachter is het gewoon een barakkencollectie.
dat had eigenlijk de EU ook moeten doen. Gewoon een barakkencollectie. Dan kun je het van binnen zo luxueus maken als je zelf wil. Maar aan de buitenkant zeg je van, nou, die zijn zuinig. Hè? Poeh, dat is zuinig. Potverdrie. Toe. Want als je zo'n gebouw laat zien, zegt iedereen af van, hè, je hoort het de Nederlander zeggen, van onze centen. Hè? Van onze centen. Nou nee, van de centen van, hoeveel inwoners heeft de EU trouwens? Had u niet gedacht dat het zo'n overhoring zou worden, hè? U mag nog blij zijn dat het geen onverwachte schriftelijke overhoring is. Hè? Waarbij u met minder dan 10 punten nooit meer naar het theater mag. Hoeveel inwoners heeft de EU ongeveer? 250 miljoen. Wat zeg? 450. Ja, het zijn er ruim 500 miljoen. Krimpt als een scheet, dat moet erbij gezegd worden. Aan het eind van deze eeuw, als ik er niet meer ben, zal het althans bij gelijkblijvende trends ongeveer 400 miljoen zijn. En dat komt natuurlijk omdat wij een enorm complex hebben op het punt van georganiseerde immigratie. Ja, daar zullen we trouwens ooit wel aan moeten geloven, maar goed, zover zijn we allemaal nog niet met z'n allen. En omdat we geen kinderen krijgen. Ja. En in Nederland valt het nog wel mee, maar bijvoorbeeld de Italianen die, ik wil niet zeggen dat ze gestopt zijn met de procreatie, maar het scheelt niet veel. Wist u dat als de Italianen zo doorgaan, is er over 300 jaar geen enkele Italiaan meer? Ja. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, nou dat vind ik niet zo'n zorgelijke zaak eigenlijk. Misschien zelfs een uitstekende oplossing voor tal van praktische problemen. Ja, maar let u maar op, de framing van de EU is onveranderlijk negatief. Sterker nog, zelfs bij pro-Europese mensen, neem Frans Timmermans, is de framing in feite negatief. Terwijl eigenlijk iedereen wel weet, nou ja, zelfs Geert weet het volgens mij wel, dat natuurlijk het hele idee dat we eruit kunnen stappen en dat we een soort van alleingang kunnen gaan uitoefenen, dat is volkomen lachwekkende nonsens. Hè? Nee, want Geert wil ook de gulden weer terug, hè, zoals u weet. Ja, u bent nog verbaasd. En ik moet zeggen dat toen hij het voor het eerst zei, was ik ook vrij verbaasd. Dan moet ik zeggen, die briefjes van ons waren een stuk leuker dan die vervelende eurobriefjes. Dat is niks. Die hebben ze door een Oostenrijker laten ontwerpen. Nou ja, een ongelukkige keus had je eigenlijk nauwelijks kunnen doen. Zoals u weet, we hebben van Oostenrijkers, zeker ook in Nederland, heel veel last gehad. Te beginnen met Zeiss Inquart. Die andere Oostenrijker hoef ik eigenlijk nauwelijks te noemen natuurlijk. Ik zie u tobben, wie zou dat kunnen zijn? Wie zou dat kunnen zijn? Poeh, nog een Oostenrijker. Hoe is het mogelijk? Heel, misschien die secretaris-generaal van de United Nations. Nou, u weet wie het is. Hij is geboren in Braunau in 1889. Als u het nou nog niet weet, dan ga ik ook niet verder niks verklappen over deze zaak. Ja, het is een wonderlijke zaak dat de EU zozeer in een negatief daglicht gesteld is. Want eigenlijk hebben we natuurlijk door de ontwerpfout van de euro zijn we de afgelopen 2-3 jaar gedwongen geweest om een hele reeks van nieuwe stappen te nemen in het integratieproces. Die we toen de euro gelanceerd werd helemaal niet konden permitteren. Niemand was daarvoor. Maar de bankenunie is, wanneer was het, een week geleden, in werking getreden. We gaan kijken hoe dat afloopt, maar oké. U begrijpt, ik ben een warm supporter van de EU. Ja, ik zie ook wel dat op sommige punten het wat minder is, maar ja, dat heb je ook met de Nederlandse overheid. Dan wordt er gezegd, ja, de EU is ondemocratisch. Vindt u de Nederlandse overheid dan wel? Is die democratischer? Kunt u dat aantonen? Nee, dat kunt u helemaal niet. Dus probeer het ook maar niet. Wat krijgen we nu? Oh ja, de Oekraïne. En ik had al even aangekondigd het optreden van de generaal BD van Kappen in het programma Nieuwsuur. Ik weet niet of u daarnaar kijkt. Ja, u kijkt er wel naar. Dan heeft u van Kappen meerdere malen gezien. En nou, het gekke is dat Oekraïne, nou ja, vandaag was er dan nieuws dat Donetsk beschoten werd. Maar de Oekraïne is eigenlijk een beetje uit het nieuws verdwenen. Want er waren dagen dat we elke dag nieuws uit de Oekraïne hadden. En nu, u weet hoe dat gaat in het internationale nieuws. Iets staat in de belangstelling.
Het zoeklicht staat erop, dan hoor je er elke dag over. Het is dramatisch, het is verschrikkelijk. Het einde der tijden is nabij, enzovoort, enzovoort. En dan ineens is het afgelopen. En dan is er een nieuwe crisis ergens anders. Dramatisch, het einde der tijden is nabij. Hoe moeten we dit doen? Nou ja, dat is eigenlijk een toer. Het is een soort switchen van hype naar hype. Hè? Het is wel eens vergeleken met, u klimt op uw vliering met een zaklamp. Hè? Dan is het andere licht op de vliering is kapot en u richt uw zaklamp en hé, daar staat dat oude kooitje nog van onze dode kanarie. Hè? En u raakt helemaal, maar u vergeet dat wat u niet in het licht ziet, dat is eigenlijk alle debris en rotzooi die van uw leven is overgebleven. Als u althans een beetje op jaren bent, hè? Wees blij als u een lege vliering heeft, want dan bent u net begonnen. Ja, u kunt ook de hele zaak in een soort superflash fotograferen en dat u uw hele vliering op de eBay aanbiedt. Hè? We hebben laatst een opruimbedrijf laten komen. Nou, het was magnifiek werkelijk. We hebben de hele vliering leeggehaald. Weet u dat ik wel een half uur naar die lege vliering heb staan kijken? Dat gaf zo'n dat ik hem weer kon vullen in de komende jaren. Ja. Gebroken meubels, oud kinderspeelgoed, boeken die je toch nooit meer leest. Nou ja, gaan ze maar door. Oude Dinky Toys, een hele vliering vol. We zijn nu aan de Oekraïne begonnen. Want u weet dat de generaal Van Kappen, maar Van Kappen was niet de enige. Er stond vrij regelmatig in de krant, dit zou aanleiding kunnen geven tot een groot Europees conflict. Dit zou eigenlijk, wat zeg ik zou, is eigenlijk het begin van een nieuwe koude oorlog. Want die Poetin heeft verschrikkelijke plannen. Echt. Die is van plan om dat hele imperium, wat de Sovjet-Unie ongelukkigerwijs heeft prijsgegeven in 89 en de jaren daarna, om dat weer terug te krijgen. Ook de DDR en Polen en de hele zand en kraam. Ja, komt u dat waarschijnlijk voor? Niet zo, hè? Niet zo. En heeft u er ooit zelfs maar vagelijk gedacht, zou die Poetin misschien toch een soort punt hebben? Hè? Want je leest nu is in de kranten een grote discussie uitgebroken over de vraag, wat hebben we eigenlijk aan de Russen beloofd toen Gorbatsjov, hij is wel enorm veranderd, hè? Ja, jongen. Er zijn maar heel weinig mensen die door de ouderdom eigenlijk slanker, eleganter, dynamischer enzovoort worden. Ja, ik wel in mijn hoofd en dan passeer je zo'n etalageraam en dan denk je, je kijkt nog om. Wie is dat nijlpaard? En dan ben je het zelf. Ja. Die zelfbeeld, dat is een wonderlijke zaak in allerlei opzichten. Ja, want wij hebben wel degelijk, nou nergens op papier, maar we hebben wel degelijk meerdere malen, zowel de Amerikanen als de Duitsers, de suggestie gewekt dat we geen misbruik zouden maken van de zwakte van de Sovjet-Unie en kort daarna van de geïmplodeerde Rusland, om onze eigen invloedssfeer sterk uit te breiden naar het oosten. En dat hebben we toch gedaan. Hè? Zodra eigenlijk Rusland op zijn reet lag in de jaren 90, hebben we in feite de NATO uitgebreid zo'n beetje tot, nou, in het geval van de Baltische Republieken, tot de grens van Rusland. En er is eigenlijk maar één soort van bufferzone overgebleven. Dat is Wit-Rusland en de Oekraïne. En als Poetin zegt, de Oekraïne hoort eigenlijk bij Rusland, dan is het wel vrij vervelend dat de historicus moet toegeven dat dat grotendeels juist is. De Oekraïne hoort al ruim 200 jaar bij Rusland. Met uitzondering van één stukje. Het meest westelijke stukje van de Oekraïne. Zoekt u het maar even op. Waarvan Lviv, maar vroeger Lemberg de hoofdstad is. Dat hoorde vroeger tot het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Dat is uiteengevallen na de Eerste Wereldoorlog. En toen is dat bij Polen gekomen. Ook een heel Polen is een interessant geval. Polen bestond tot het eind van de 18e eeuw. Toen is het verdwenen van de kaart van Europa. En toen is het na de Eerste Wereldoorlog weer hersteld. Maar dat is een heel ander Polen dan wat u nu op de kaart ziet.
Polen is in 1945 250 kilometer naar het westen opgeschoven. Ja, moet u zich eens voorstellen dat je Nederland 250 kilometer opschuift naar het westen. Want het gekke is, bij Polen denkt iedereen, ja, dat kan gebeuren. Ja, die Polen die zijn overal aan gewend. Dus vonden dat de normaalste zaak van de wereld, feitelijk. Nou ja, bij deze verschuiving is dus dat stukje, dat meest oostelijke stukje van het voormalige Polen, dat is door de Sovjet-Unie ingepikt. Dat is het huidige westelijke deel van de Oekraïne. Daarover kun je historisch een prima argument verzinnen dat het eigenlijk daadwerkelijk tot Europa behoort, als u dat zo wilt. Een beetje een achterlijk stukje van Europa, maar toch. Dan moet u een literaire tip voor u. Een prachtige, prachtige roman, de Radetzky-mars. Want van Jozef Rood, dat gaat deels over dat oostelijke, meest oostelijke stuk van Oostenrijk-Hongarije. Het gaat ook over allerlei andere dingen, maar daar gaat het onder andere ook over. En nou is die Oekraïne, die is in 91, zoals wij weten, is die zelfstandig geworden. Dat was eigenlijk een soort goocheltruc van Jeltsin om van Gorbatsjov af te komen. Om eigenlijk van de Sovjet-Unie af te komen. Zo had hij een deal gemaakt met een aantal van die deelrepublieken. Hij zei, weet je wat we doen? Wij roepen onze zelfstandigheid even en heffen we, in feite de Unie heffen we op. Ik weet niet of u ooit gezien hebt die meesterlijk. Het is een hele wonderlijke uitzending. CNN heeft het beeld gemaakt van Gorbatsjov die op, men nou even vergeten, of eerste of tweede kerstdag is, 91, dat hij in beeld komt en zegt, dames en heren, goedenavond, ik neem afscheid van u, want mijn functie is opgeheven. Het land waarvan ik de leider was, bestaat niet meer. En dan zwaait de camera naar buiten en dan ziet u dat de rode vlag met de hamer en de sikkel is naar beneden gehaald. En de nieuwe vlag van Rusland, die u kent, die tricolor, die is in boven het Kremlin gehezen. Ja, en hoe zullen we dit nou eens tot een goed einde brengen? Ja, want dat is sowieso praktisch ook een beetje de vraag natuurlijk hoe we dit tot een goed einde gaan brengen. Vanaf 1991 is de Oekraïne alternatief bestuurd of door de westerse elite, of op het westen georiënteerde elite van de Oekraïne, of door de op het oosten Rusland georiënteerde elite van de Oekraïne. Want die twee die kunnen moeilijk met elkaar door de deur. Maar het geval wil ongelukkigerwijs dat beide elites even schandalig, boefachtig en corrupt zijn. Ze hebben dat land, wat aanzienlijke mogelijkheden heeft, economisch en agrarisch, hebben ze in die afgelopen, bijna 20 jaar, ruim 20 jaar, dat hebben ze eigenlijk volledig de prut ingereden. Daar komt het in grote trek op neer. En die westerse elite zou graag aansluiting hebben bij Europa, bij de Europese Unie zelfs, of eventueel zelfs bij de NATO. Bij de NATO. In 2008, zal u niet verbazen dit verhaal, heeft de jonge Bush al eens gezegd, zou toch een lollig ideetje zijn om Georgië en de Oekraïne lid van de NATO te maken. Dat is toen voor Georgië al meteen heel slecht afgelopen. U herinnert zich nog wel dat de Russen daar meteen korte metten mee hebben gemaakt. Maar u begrijpt ook wel dat in het Kremlin ook ten aanzien van de Oekraïne de alarmbellen zijn gaan rinkelen. Want stel je voor, u zit in het Kremlin. U weet hoe de kaart in elkaar zit van Rusland. En iemand zegt, zou het niet een leuk ideetje zijn om de Oekraïne lid van de NATO te maken? Want waar denkt u dan onmiddellijk aan? Zelfs als u een amateurstratege bent, denkt u meteen aan Sebastopol. De grootste Russische vlootbasis. Want die zou in dat geval een onderdeel vormen van een NATO-land. Dus u moet niet gek opkijken. Als die strategen in het Kremlin dachten, ja, wat we in ieder geval moeten doen, is die Krim weer aan ons trekken. Want wat er dan ook gebeurt, dan blijft Sebastopol in ieder geval een grote Russische vlootbasis. Of zegt u van, onzin, dat is soevereiniteit en dan ruimen ze die vlootbasis maar op. Dan gaan ze maar in Sochi een vlootbasis bouwen of zo.
We hebben daar niks mee te maken, internationale regels. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. In die zin, ik weet niet of u gevolgd heeft wat Gorbachev te melden had daar bij die muur. In die zin is wel begrijpelijk ook wat Gorbachev zegt. Jullie hebben het er een beetje zelf naar gemaakt. Hè? Jullie hebben in feite allerlei dingen gezegd die misschien niet gerealiseerd zijn, maar die tot de mogelijkheden waren gaan behoren. En ja, wat zou u ervan vinden als door een eigenaardige ontwikkeling het noorden van Noord-Holland zich verzelfstandigde en zou aansluiten bij, wat zullen we er eens van maken, IJsland. Ja, een beetje een raar scenario. Maar dat dus Den Helder, ja, u begrijpt waar dit heen gaat, onze grootste vlootbasis, plotseling in handen van een heel ander land zou komen. Wat zou u daarvan vinden? Ja, een enkeling zal zeggen, als we iets kwijt moeten zien te raken, dan is het wel Den Helder. En dieptepunt in feite van stedenbouw. Een afschuwelijk plaatsje echt, hoe het mogelijk is. Ja, dat komt natuurlijk omdat het helemaal aan het eind van de route ligt. En jammer genoeg niet op tijd in zee verdwenen is. Maar goed, daar kunt u het een klein beetje misschien mee vergelijken. Dus ik zou zeggen, het valt er niet met Poetin te praten. Wat is precies zijn doelstelling? Je mag aannemen dat het zijn bedoeling is dat de Oekraïne onder geen beding, het zijn NATO-lid al helemaal niet, maar liever ook geen EU-lid. Zou dat niet onderhandelbaar zijn op een of andere manier? En dan merken we vanzelf wel of hij verdere ambitieuze plannen heeft, wat ik voor zelf niet zo erg geloof. Heeft hij last van die sancties die wij getroffen hebben? Ja, daar heeft hij ontzettend veel last van. Waar heeft hij nog veel meer last van op dit moment? Van de olieprijs. Want u weet, de Russen kunnen niets maken wat exporteerbaar is. Wat ze exporteren heeft de heren, ik zeg het maar even, daar in de grond gestopt. Een onbegrijpelijk besluit natuurlijk. Waarom hij dat niet in Nederland heeft gedaan, dat begrijp je niet. Hij had de keuze, hij had de onbeperkte mogelijkheden en hij stopt het in Rusland in de grond. Ja. Alsof hij niet na kan denken, want hij weet alles. Hij is almachtig. Rusland leeft van de export van grondstoffen. In de Economist stond nog eens een heel leuk stuk waarin werd uitgelegd dat de Russen vooral niets met hun grondstoffen moeten doen, want dan worden ze minder waard dan wanneer ze in de grond zitten. Heeft u een beetje een idee van de efficiëntie van de Russische industrie? U weet dat ze maar één succesvol industrieel exportproduct hebben. Dat is de Kalashnikov. Die wordt 24/7 geproduceerd, heb ik begrepen. Omdat het zo'n simpel wapen is. Hè? Expres zo simpel mogelijk gemaakt. Dat ook, als je hem in de modder valt, schiet hij ook. Net als de Uzi. Ja, wie van u is nog in dienst geweest? Oh, dat valt nog wel mee. Nou ja, dan heeft u de Uzi uit elkaar leren halen. Hè? En met gesloten ogen. Niet dat ik het kon, hoor. Ik kan met gesloten ogen eigenlijk helemaal niks. Zelfs de microfoon begint te zakken, zoals u ziet. Ja. En als u die gevechten ziet in het Midden-Oosten, denkt u dan niet wel eens aan het handboek Soldaat? Heeft u thuis nog het handboek? Daar stond een magistraal, dat stond trouwens op topgeheim. Hè? Je mocht het aan niemand vertellen. Niemand vertellen wat daarin stond. Dat was echt... Tjo, jongen, jongen. Ja, heeft u zich ooit afgevraagd waarom de soldaat een klein schepje meekrijgt? Wat zo ook hier hangt. Waar is dat schepje voor? Een bollen te planten of zo, of wat denkt u? Waar is dat schepje voor? Dat schepje is om een schuttersputje te graven. Die lui die daar met zo'n kalasjnikov om de hoek van de straat staan te schieten. Het is niet verbazingwekkend dat van die Nederlandse Syriëgangers er dus al 20 gesneuveld zijn. En als ze zo doorgaan, zullen er nog wel meer sneuvelen. Want je schiet uit een schuttersputje. Je gaat niet zo'n beetje lekker staan knallen. En je denkt ook van die ammunitie, dat was toch een van de allereerste dingen die je leerde. Verspil geen ammunitie. Hè? Precies, ze staan maar een beetje. Nou ja, dit doet een beetje denken als Saddam Hussein, die stond altijd in de lucht te schieten. Hè? Volgens mij heeft hij zelfs nooit een meeuw geraakt. Het is echt. Ze schieten daar altijd in de lucht. Hè? Is u dat wel eens opgevallen?
ze maar in de lucht te schieten. Het zou toch een toestand zijn als ze hier aan voortdurend in... Nou ja. Goed. Dus enig begrip voor Poetin is puur strategisch. En dan kun je zeggen, ja, maar we zijn niks van plan. Hij hoeft zich helemaal geen zorgen. Hoe weet u dat zo zeker? Ik bedoel, je moet ook op de middellange termijn denken. En dan is het helemaal niet... Nou ja. Is die van kwade wil, dan merken we het nog wel. En dan zult u zien dat heel anders dan generaal Van Kappen zei... Hè, want dat was een van de meesterstukken van Van Kappers retoriek... dat we in Nederland zo bezuinigd hadden op de militaire uitrusting... dat die Russen eigenlijk, die konden zo doorlopen naar Scheveningen. Hè. Misschien hadden ze ook interesse in die waardeloze pier, wie zal het zeggen. Ja. En dan dacht ik altijd, nu moet Van Huis toch zeggen... generaal Van Kappen, ik kan wel merken dat u buiten dienst bent... want de meest recente cijfers tonen aan... dat de NATO 10 maal zoveel geld besteedt aan militaire uitrusting dan de Russen. Nou kunnen de Russen wat goedkoper werken, dat is allemaal wel waar... maar het verschil blijft nog gigantisch groot. En dan zegt er nog een of andere goochel met van u natuurlijk... want dat zijn de Amerikanen. Ja, het zijn de Amerikanen. Maar goed, dat is het belangrijkste NATO-lid. En dat is altijd zo geweest. Dus het, ook op dit punt. En de generaal Van Kappen zei ook steeds... ik herinner het mij nog eens levendig... van ja, als er nu niet iets gebeurde... als we nu niet daadkrachtig zouden optreden... en onze spierballen zouden laten zien... dan zou er een heel nieuw hoofdstuk worden opengeslagen. En ja, als ik dan Twan Huis was geweest... zou ik dan na een dag of 2, 3 zeggen... zeg, generaal Van Kappen... hoe is het met dat hoofdstuk, hè? Waar zitten we nu zo'n beetje in Niels Holgerssons wonderbare reis? Hè? Mag ik dat eens horen? Nee, hij vroeg nooit wat. Hè? En tenslotte begon Van Kappen zelf waarschijnlijk ook te denken van... ja, ik heb het nou zo vaak gezegd, dan moet ik eens iets anders verzinnen. Dus toen zei hij op een goede avond, zei hij van... ja, als we nu niet zouden optreden, als we nu niet keihard... Hè, keihard, daarom een neef van Opstelten, iets zou worden gedaan... Nou, dan zou er een heel nieuw boek worden opengeslagen. Ik denk, een heel nieuw boek. Oeh, wat zou dat zijn? Harry Potter. Ja. En zei Twan Huis dan 4 dagen later, zeg, mag ik dat boek eens zien wat u gaat opslaan? Nee, hij vroeg nooit een kritische vraag gesteld aan de generaal Van Kappen. Maar de generaal Van Kappen is heel karakteristiek voor een bepaald type van mening dat het verschrikkelijk is en... Dat een nieuwe wereldoorlog in feite tot de mogelijkheden behoort... en dat de nieuwe Koude Oorlog al lang begonnen is. Gelooft u van mij, Rusland stelt strategisch niets voor. Rusland is strategisch een dwerg. En dat niet alleen, een invalide dwerg. Eigenlijk een invalide dwerg aan wie ze in verband met de bezuinigingsoperaties... een elektrisch wagentje hebben onthouden. Dat is het eigenlijk. Nu heb ik nog een heel nieuw onderdeel, maar dat gaat wel lang duren. Wat wilt u nog even weten hoe het komt dat ISIS bestaat? Wilt u wel weten toch, hè? Ja, dat heeft u. Als u naar de wc moet, het stoort me niet. Gaat u rustig. Ja, hoe zijn we aan ISIS gekomen? U weet, ISIS heeft in een vrij hoog tempo het hele noordwesten van Irak veroverd en het hele... Noordoosten van Syrië. Hoe komt dat zo? Dat is goed te verklaren. Want dat heeft te maken met de Amerikaanse interventie in Irak. Een totaal overbodige interventie, laat ik dat even vooropstellen. U herinnert het zich allemaal nog. U weet nog welke deskundigen in Nederland een uitstekend idee vonden. Omdat het in feite alles problemen van het Midden-Oosten in no time zou oplossen. Dan weet je eigenlijk al... welke kant het op zal gaan. Inderdaad, de problemen zijn aanzienlijk veel groter geworden dan ze waren. En hoe komt dat? Dat komt omdat de Amerikanen de bestaande Irakese staat hebben opgeblazen. De bewindvoerder, de eerste bewindvoerder heeft er maar 1 week of 2 gezeten. De tweede bewindvoerder was een meneer Bremer. Ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Ik vond het toen al een onaangenaam autoritair vlerkje, moet ik u zeggen. En dat is die ook wel gebleken.
Want wat heeft hij in Irak gedaan? Hij heeft de Baathpartij opgeheven. Dat was het politieke instrument van Saddam Hussein. U zult eerst nog zeggen, wat een verstandig idee. En vervolgens heeft hij het Irakese leger ook opgedoekt. Waarmee honderdduizenden mannen plotseling zonder baan kwamen te zitten en grotendeels zonder inkomen. Er is een heel klein tijdje een soort compensatie betaald, maar dat stelde eigenlijk helemaal niet veel voor. Nou moet u ook nog weten dat Irak bestaat uit twee geloofsgroepen, namelijk Sjiïten. Dat is de meerderheid, die wonen in een soort klont in het zuidoosten van Irak. Zeg maar dat ronde, dat ellipsvormige gebied tussen de Eufraat en de Tigris. En het hele rest van het land zijn het Soenieten. Dus ook in het westen en in het noordwesten van Irak wonen Soenieten. Die Soenieten vormen een minderheid en de Sjiïten vormen een meerderheid. Dus waarom de Amerikanen hebben gedacht van weet je wat we gaan doen? We gaan daar een democratie stichten. Zoiets als Nederland of België of nou ja, Denemarken, zoiets dergelijks. Want dat zal zo'n voorbeeld zijn voor de rest van het Midden-Oosten, dat iedereen zegt, dat willen wij ook. He? Egypte, Syrië, een hele zante kraam zou jaloers zeggen, zo'n democratie willen wij ook wel hebben. En dan kan ook en passant het Palestijns-Israëlische vraagstuk worden opgelost. He? De oplossing van het Palestijnse vraagstuk gaat via Baghdad, hoorde je toen nog wel eens zeggen. Nou, zo is het gegaan. Er is een Sjiïtische regering gekomen in Baghdad. Die Nouri al-Maliki, dat kunt u zich misschien nog wel net herinneren, dat hij daar zat. En die Sjiïtische regering is begonnen met de systematische repressie van de Soenitische minderheid. Waarom? Om wraak te nemen. Want die Soenitische minderheid had namelijk in de afgelopen decennia zich schuldig gemaakt aan systematische repressie van die Sjiïten. Het is een beetje Vlamingen en Walen, zo'n beetje. Hè? Want nu denk je toch ook wel eens waarom die Vlamingen nou nog steeds wraak willen nemen op die Walen. Waarom? Er zijn steeds minder Walen, ze zijn straatarm, het is een droevig zootje om nou nog eindeloos te blijven zeiken over wat ze in de 19e eeuw is aangedaan. Dat is toch een beetje kinderachtig. Ja, alsof wij de Friezen zouden gaan onderdrukken. Dat hoeven we helemaal niet te doen, want die sterven vanzelf uit of ze migreren naar het westen. En dat is eigenlijk de achtergrond van de gebeurtenis. Ik geef toe, de Syrische burgeroorlog speelt hier ook een rol. Maar die meneer, die nu wellicht gewond is geraakt bij een bombardement, die Abu Bakr al-Baghdadi, de nieuwe kalif, niet waar, heeft zich al direct aangesloten in 2003 bij een organisatie die u het best kunt beschouwen als Al-Qaeda in Irak. Want die Soenieten zijn eigenlijk onmiddellijk, zagen die de Bijbel hangen, en de Soenieten zijn onmiddellijk begonnen aan een soort low-key burgeroorlog. In feite, dat herinnert u zich Bush nog op dat vliegdekschip met Mission Accomplished. Dat was het moment waarop het gedonder begon. Ja, ze dachten dat zo was, maar het was dus precies het omgekeerde. En in de loop der tijden zijn die Soenieten zich gewoon gaan ergeren aan die Sjiïtische onderdrukking, dat ze in feite wel bereid waren om gemene zaak te maken met de nieuwe kalif. Want al die Soenieten, als u even kijkt naar de kaart, dan denkt u eerst, God, wat een groot gebied heeft de nieuwe kalif veroverd, dat is allemaal zand. Dus daar hoeft u zich niet zorgen over te maken. Het gaat om de rivierdalen. Eigenlijk heeft verstrekt de macht van ISIS zich uit tot de rivierdalen. En dat zijn allemaal kleine Soenitische steden, bevolkt door Soenitische stammen. Want dat is in grote mate is dit nog een tribale samenleving. En die lui hebben het dan op een akkoordje gegooid met de nieuwe kalif. Vandaar die verovering. Die ook gestopt is vlak ten noorden van Baghdad. Waarom? Baghdad is een grote kluif, dat is een miljoenenstad waar boven die Sjiïten en Soenieten door elkaar heen wonen. Ze zullen Baghdad nooit in handen krijgen. Maar wel het noorden van Irak en het oosten dus van Syrië. Wie hebben dat dus gecreëerd, deze malotige situatie? De Amerikanen zelf. En in die zin is het ook heel ironisch en terecht dat ze nu moeten bombarderen om deze dreiging die ze zelf gecreëerd hebben, in hun onmetelijke onwetendheid en domheid, want dat is het, niet deze arme president die er nu zit. Hè? U weet, het is nu ook in de mode, zei die Obama, totaal mislukt.
waardeloze president. Hè? Nee, dan de vorige. Poeh, wat een succesnummer was dat. Hè? Wat een magistrale president was dat. Jongen. Ja, over Afghanistan heb ik het niet eens. Hè? Want goed, daar verdwijnen de troepen ook. Daar blijven wat trainers achter. Hoe is de Taliban, hoe is de positie van de Taliban op dit moment in Afghanistan? Nou, zo'n beetje dezelfde als in 2001. Hè? Het is allemaal totaal tevergeefs geweest. Ook onze eigen interventies. Wij doen alleen mee met die dingen, of niet omdat we er echt in geloven, maar dan zitten we aan tafel en worden we ook serieus genomen. En dan worden we met u aangesproken en zo, dat soort van dingetjes. Ja, tenminste, dat is naar mijn idee de enige verklaring die je bieden kunt voor dit soort van flauwekul, die overigens wel aan mensen het leven kost. Dat is een hele dramatische en akelige zaak. Zo zijn we aan ISIS gekomen. En dan hebben we nog die Syrische burgeroorlog. En dan hebben we nog die Syriagangers. En nu wordt ons wijsgemaakt door onze overheid dat de terugkerende Syriagangers een immens gevaar zijn voor de staatsveiligheid. Sterker nog, Plasterk zei dat er al diverse potentiële aanslagen waren verhinderd. U heeft het hem horen zeggen. Waarbij ik altijd denk, Plasterk, ik wacht de rechtelijke uitspraken af op dit punt. Want dat gaat direct, dit zijn allemaal flinterdunne cases. Herinnert u zich die zaak? Nee, waarschijnlijk niet. Nou, misschien een enkeling, maar ik wel. Ik volg het op de voet. Ik studeer zelf ook voor jihadist. Ja, je zou er jihadist van worden. Ik zou mij hullen in een uniform van een douaneambtenaar. En dan een aanslag plegen. Daar zouden ze van opkijken. Zou ik de neudeflet opblazen. Ja, dan moet jij mee uitkijken hoor, om zulke dingen zeggen. Als u morgen in de krant leest, bejaarde historicus van huis gehaald. Dan weet u hoe het komt. Hè? Ja, er was een kwestie, het was een Nederlands-Turks echtpaar. En dat zou van plan zijn, zeer concrete plannen werd gesproken om een aanslag te plegen op het gebouw van de Europese Commissie, als ik het wel heb. Er waren ook passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij die mensen thuis waren explosieven gevonden. Dat je denkt, tjo, nog aan toe. Europese Commissie, hè, door het oog van de naald gekropen. Tot de volgende dag het Belgische Openbaar Ministerie meedeelde dat er was geen sprake van concrete plannen. En er was ook helemaal geen sprake van het feit dat er daadwerkelijk explosieven waren gevonden. Dat je denkt van, wie verzint die onzin dan? Hè? Hoe zit dat dan eigenlijk precies? Ja, daar staat nu ook zo'n jongen voor de rechter, als ik het goed heb begrepen. En daarvan werd nu al gezegd door alle betrokkenen, nou, de kans dat de rechter deze zaak, dat die zal veroordelen, die is buitengewoon klein. En misschien heeft u dan gezien hoe de Denen de Syriëgangers, die er meer hebben dan wij, opvangen. Of heeft u dat ook niet gezien? Die lui worden door een soort van sociaal werker thuis bezocht en van, joh, dat was nou niet verstandig dat je dat gedaan hebt en kunnen we niet dat je misschien tijdelijk werk in de openbare leeszaal krijgt. En, nou, kortom, ze proberen die lui weer te normaliseren, op het rechte pad te brengen enzovoort. Waarom zouden trouwens al die Syrië-ekgangers, als ze terugkomen, plotseling jihadisten zijn geworden? Daar is voorlopig geen schijn van een bewijs voor. Waarom worden we dan bang gemaakt door onze eigen overheid? Waarom zegt die maloot, die directeur van de terrorismebestrijding, dat de kans, want u weet is code, we leven onder code geel. Hè? Ja, als code rood was ik vanavond niet gekomen. Hè? Het scheelt geen haar. Hè? Volgens die man is de kans op een aanslag in Nederland substantieel. Whatever that may mean, maar substantieel. Waarbij ik dan altijd denk, hou in godsnaam je kop erover dicht als je niet weet waar, onder welke omstandigheden en op welk tijdstip. Want wat heeft het voor zin om aan u te vertellen dat de kans op een aanslag substantieel is? Dat heeft geen enkele zin, dat zult u toch met me eens zijn. En waar doet u dat dan aan denken? Aan de regering van de vorige Amerikaanse president, die altijd op momenten dat dat geweldig goed uitkwam, van die codes, die kleurcodes liet bewegen. Ja, het werd dan ineens code rood.
net ten tijde van de Democratische Conventie. Ja, 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 je denkt dat het iets met elkaar te maken heeft, maar dat is niet zo. Het was echt code rood. Ook in Amerika heb je tal van dit soort van zaken gehad die of niets te betekenen blijken te hebben, of die uitlokking waren. Dat mag in Amerika, dat mag in godzijdank in Nederland niet. Maar in Amerika mag je uitlokken. Mag je dus aan simpele jongens zeggen van, zeg, wat lijkt je, hoe lijkt het je om eens wat op te blazen? Lekker gebouwtje, zo brink. Moet je thuis ook met die leuke maar nu gaan we het echt doen. De neudenflint. Nou. Ja, u weet, het is een rijksmonument geworden. Dat hebben ze handig gedaan. Ze hebben er een rijksmonument van gemaakt. Kan dat ding nooit, ja, kan nooit meer weg. He? Ja, staat op dezelfde hoogte als het paleis op de Dam. Ja, ja, kan er. Ik heb het niet verzonnen, hoor. Ik heb het niet verzonnen, maar het is echt waar. Het is een rijksmonument van de Broek en Bakema. Dat waren toen in die tijd hartstikke beroemde architecten. Die hebben ook allemaal die gigantische grote cementen gebouwen en... Ja, zo zit het met ISIS. In zekere zin, nou, ik zei alles maar wij, dat is natuurlijk onzin. Nederland heeft er verder niet veel mee te maken gehad. Maar het zijn de Amerikanen die met hun onmetelijke onkunde en bemoeizucht dit probleem grotendeels zelf hebben gecreëerd. Weet u trouwens nog hoe dringend noodzakelijk het was om te bombarderen in Libië? Want Gaddafi was van plan de hele bevolking van Benghazi om het leven te brengen. Dus we moesten echt, wie waren er ook grote voorvechters van, Cameron en Sarkozy, als ik het me goed herinner. Het was echt, ze konden het niet alleen, zonder Amerikanen bleken ze helemaal niet te kunnen bombarderen. Dat vond ik wel raar. Dat ze geen bom konden gooien zonder dat de Amerikanen hun hand vasthielden. Een heel vreemd verhaal. En daar moet ik u zeggen dat toen ik las dat onze F-16's een zelf leiding hadden gegeven aan een operatie, dat je even opstaat thuis. Hè? En voor jezelf het Wilhelmus fluistert. Hè? Dat onze jongens daar toch een wereldhistorische rol spelen. Ik dacht dat die dingen totaal verouderd waren, maar kennelijk deugen zie je daar nog wel voor. Ja, dan weten we ook wat we met die JSF moeten doen in de toekomst. Gewoon lekker bombarderen in het Midden-Oosten. Omdat je ook natuurlijk de situatie van die landen zo is dat je altijd kan zien of je iets geraakt hebt. Ja, woestijngebied is ideaal voor oorlogvoering. Hè? Je kunt er met tanks met een enorme snelheid doorheen jassen. Je kunt lekker bombarderen. Het is echt, het is ervoor uitgevonden, zou je gaan zeggen. Ja, nou, nu heb ik bijna alles behandeld. En nu wil ik, dat is eigenlijk mijn slot. Ons worden allerlei angsten aangepraat. De nieuwe wereldoorlog, de nieuwe koude oorlog, de verschrikkelijke Poetin. Waar moet het heen met Europa? Europa zelf is een immense dreiging voor onze nationale identiteit. Feitelijk ook, zijn ze ook tegen Zwarte Piet. En straks mogen we het Wilhelmus niet meer zingen. En nou ja, je begrijpt, moeten we het Portugese volkslied zingen, verplicht. Of alle 28 volkslieden achter elkaar, wie zal het zeggen. Ja, en het gekke is, het zijn allemaal dingen waarvoor we helemaal niet bang hoeven te zijn. De werkelijke risico's die u loopt, en u loopt allerlei risico's, hebben niets te maken met de praatjes over ISIS, of over de nieuwe koude oorlog, of over jihadistische aanslagen, enzovoort. De werkelijke dreiging is de trap die u thuis heeft, hè. Wist u dat er bij u in huis 3-maal, 4-maal zoveel dodelijke ongelukken gebeuren als in ons Nederlandse verkeer? Wist u dat? Op de trap bijvoorbeeld is een notoire killer. Niet van jonge mensen. Die kunnen nog wel eens een smakje maken en die zitten nog vol met kraakbeen, dus die merken nergens iets van. Maar als bejaarden, en vooral de bovenste en twee en de onderste twee treden zijn het gevaarlijkst. Omdat je dan denkt, ik ben er al, weet u, dan ga je zo, weet u wel. Nou, en als je in Nederland je heup breekt, nou, dan zit je in no time in hetzelfde tehuis als de moeder van Rijn. Hè? Dan ben je goed te klos in feite. Ja, of je hebt bejaarden die hun eigen dakgoot schoon gaan maken. Hè?
of de kaantjes vliegen in de brand. Of nou ja, kan nog wel. Ze nemen de verkeerde medicijnen. Of het elektrische wagentje elektrocuteert ze. Of nou ja, ik kan zo een hele 3000 doden per jaar binnenshuis. Wist u dat er in Nederland, dat zijn de cijfers zijn van 2008, ik weet niet of het sinds die tijd bijgehouden is, in 2008 waren er 24 mensen in Nederland om het leven gekomen door zelfklussen. Ja, ik zie dat het u niet zegt. Maar nou, en dat stond ook in de krant op zo'n toon van, nou ja, wat wil een zelfklusser ook nog meer? Ja, je schiet uit met de klopboor en de kettingzaag valt op de grond, maar bezorgt u eerst een slagadelijke bloeding. U ligt alleen in de tuin, u roept nog hulp, maar al heel snel begint de wereld er een beetje vaag uit te zien. En, nou, enzovoort, enzovoort. Ja, op die toon was dat stukje ook gesteld. En nou moet u zich voorstellen dat er in het komende jaar 2015 24 Nederlanders om het leven komen door terroristische aanslagen. Of dat er bijvoorbeeld 24 douaniers die vergeten zijn hun uniform uit te trekken, dat die bij jihadistische aanslagen om het leven komen. Wat zou dat betekenen? Het land zou te klein zijn. De regering zou vallen. CNN zou 2 cameraploegen naar Nederland sturen. We zouden miljarden uittrekken om, hè? Hebben we iets gedaan om die zelfklussers tegen zichzelf te beschermen? 0,0. Sterker nog, er was een ondertoon in dat stukje dat het een soort van survival of the fittest was. Hè? Ja, moet je maar zeggen. Als je gaat zelf klussen, dan moet je ook maar. Want ik vergeet nog te vermelden dat er enkele tienduizenden mensen waren die bij het zelf klussen zo zwaar gewond waren geraakt dat ze zich polyklinisch moesten laten verzorgen. Hè? Nou, 24 doden door jihadistisch geweld, plus enkele tienduizenden mensen die gewond waren geraakt bij rondvliegende scherven van het jihadistische geweld. He? Daar ziet u aan hoe volkomen arbitrair in feite ons oordeel is over risico's en over doden die er vallen in Nederland. He? Want ik kan zo nog wel een paar andere. Wist u hoeveel dodelijke ongelukken er bijvoorbeeld in het bedrijfsleven jaarlijks zijn? Dat zijn er tientallen. He? Lees je daarover in de krant? Nee. Maar als het jihad. Nou ja. Kortom, we hebben dus een heel selectieve kijk op de gevaren die ons verondersteld bedreigen. En het gekke is, de overheid is enorm druk met de minste gevaren en is eigenlijk niet zo vreselijk geïnteresseerd in die tragische zelfklussers. Hè? Want de klusser is wel dood. Die ligt wel zwaar bloedend in de gang waar die bezig was schrootjes tegen de muur te timmeren. Hè? En zo vindt zijn vrouw hem. Hè? Tragisch genoeg. Ja. Waarbij je sowieso afvraagt, hoeveel doden moeten er eigenlijk zijn voordat we in het toestand van nationale opwinding en rouw raken. Ja. Een beetje een pijnlijk onderwerp natuurlijk, maar een grote botsing in de mist. 6 doden. Ja. Maar het staat wel op de voorpagina. En nou, generaal Van Kappen zal het misschien niet zo dramatisch vinden, maar die zal zeggen, nou, dit is een alineaatje in mijn textuele duiding. Maar 25 doden, daar zijn we toch al. Nou, hoewel die 24 doden door zelfklussen, maar die vallen niet op één dag. Eigenlijk zouden we een reusachtig zelfklusproject moeten hebben waarbij de 24 doden tegelijkertijd zouden vallen. Zoiets. Hè? Maar als er 198 doden te betreuren vallen door een vliegtuigongeluk. Ongeluk, het is eigenlijk geen ongeluk. Het is met opzet, maar zonder die specifieke bedoeling gedaan. Dat is een heel complexe zaak. Nou ja, kijk eens niet waar wat we daarover zeggen. Maar er vallen altijd nog tegen de 700 doden in het verkeer per jaar in Nederland. Dat zijn er 3 keer zoveel. Waarom hebben we daar geen dag van nationale rouw voor? Die mensen zijn even dood. Het zijn ook vaak hele families die dood zijn. Vader, moeder, kinderen achterin niet in de veiligheidsgordel. Die komen als reusachtige projectielen door de voorruit heen. Met alle gevolgen van, ja, ik zeg het maar zo eng mogelijk. Zodat hij ze voortaan gewoon wel in de gordel doet. Moet ook trouwens. Ja, is dat niet gek? Dat we op allerlei terreinen heel selectief reageren op dingen.
dat het eigenlijk onze eigen culturele vooroordelen zijn, gestuurd vaak door de overheid en de media, die ons attent maken of juist helemaal niet attent maken. Nou, als u nu al die dingen die ik u verteld heb, als u daar, als u die allemaal opmaakt straks thuis een lijstje, hè, en lees voortaan de krant, hè, want u, het heeft u toch wel iets te weinig gedaan, bleek vanavond wel. Leest voortaan de krant met een kritisch oog. Ik dank u voor uw aandacht.